Welkom allemaal bij het nieuwe Train Your Brain webinar. Excuses dat we iets later zijn begonnen. Ik had even wat dingetjes die ik wilde regelen voordat ik wilde starten. Leuk dat jullie er zijn. Ik wil even vragen of jullie links onder in de chat aan willen geven of jullie me goed kunnen horen. Want dan weet ik zeker dat jullie me goed kunnen verstaan. Super. Goed zo, ik ben ook goed te zien, is het licht ook goed? Anders kan ik daar nog wat aan doen. Het wordt iets donker, dus het zou kunnen dat door middel van dat het hier achter mij wat donkerder wordt, dat het licht wat slechter wordt, maar dan kan ik het licht wat bijstellen. Dus laat het me gewoon even gerust weten. Dus leuk dat jullie er zijn. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Jelle Mostert. Ik ben verantwoordelijk voor de meeste taken bij Train Your Brain. Ik doe heel veel op het gebied van de website. Waar jullie zijn via de website ook uitgenodigd of via de mailinglijst waar jullie op staan naar dit webinar toe. En daarnaast geef ik veel trainings bij bedrijven, organisaties op het gebied van breintraining. En daar ben ik al de afgelopen 8 jaar ongeveer mee bezig met alles wat met de hersenen te maken heeft, met onderzoek en met wetenschap. Dus een beetje een korte achtergrond mocht je me niet kennen, of nog niet kennen. En ik zal tijdens het webinar ook wat meer van mijn ervaring delen, van waar kom ik vandaan. Zodat je mij ook wat beter leert kennen. Ik vond het leuk om dit keer, de laatste webinar was 26 januari, dus al een tijdje terug. En het leek me leuk om een specifiek onderwerp te nemen, in dit geval ZZP'ers en ondernemers. Ik heb de laatste tijd behoorlijk wat contact gehad met mensen die een eigen bedrijf hebben. Ik heb veel coachinggesprekken gehad via de telefoon. En ik heb toch wel gezien dat er veel ZZP'ers, ondernemers zijn die tegen behoorlijk wat dingen aanlopen. Omdat er gewoon zoveel dingen te doen zijn. En ondernemers die willen graag ook het heft in eigen handen nemen. Dus ik weet niet of jij ook zo'n persoon bent die gewoon heel veel zelf wil doen. Je eigen business wil neerzetten. Maar dat heeft natuurlijk ook een keerzijde dat je gewoon heel veel taken te doen hebt. Je moet eigenlijk overal wat vanaf weten. Van marketing, van administratie, van helpdesk, van hoe moet je een website überhaupt neerzetten. Maar hoe kun je dat nou op een effectieve en snelle manier doen? En daar wil ik je vanavond wat tools voor geven en voor aanreiken. Dat je gewoon wat snellere stappen kunt gaan maken. Want ik denk dat het ook door de informatie overloopt de laatste jaar of vooral de laatste periode. Is het enorm belangrijk dat je weet hoe je goed met de informatie kunt omgaan. En dat je dat je dat effectief op een effectieve manier doet. Dus daar wil ik je vanavond in meenemen. Ik wil ook een beetje kijken waar we vragen en antwoord sessies doen, maar daar zal ik zo nog op meer op komen. Een beetje dat we het interactief houden, zodat ik kan zien van waar loop je persoonlijk tegenaan en waar kan ik jou op die manier mee helpen. Dus ik heb wel wat dingen voorbereid, maar gewoon een structuur, maar we kijken wel waar het heen gaat en hoe lang het gaat duren. Ik heb ongeveer een uur, anderhalf uur in de tijd. Maar ik weet nog niet precies hoe lang dat gaat duren. Gewoon omdat ik al jullie vragen wil antwoorden. Als jullie veel vragen hebben, dan zal het langer duren. En als jullie geen vragen hebben, dan zal het een uurtje duren, denk ik. Maar dan gaan we wel mee aan de slag. Oké. Ik wil vast vragen met de chat. Ik zie heel goed dat iedereen reageert. Ik kijk even, als ik naar beneden kijk, kijk ik even naar de chat. Willen jullie de chat niet overmatig gebruiken? Want bij andere webinars hebben we wel eens gehad dat mensen elkaar kennen. Dat ze met elkaar gaan typen. En dan raakt de focus een beetje kwijt. Want je bent hier natuurlijk voor de kennis en voor de inzichten en voor de tips die ik je wil gaan geven. En dat je niet afgeleid raakt door de chat. Dus, maar volgens mij moet dat helemaal goed komen. En ik wil gewoon even starten met hoe haal je nu het beste uit het webinar. En de dingen die ik zo ga zeggen, die zullen
ja, eigenlijk heel normaal zijn, maar voor veel mensen is het toch lastig. En ik ga het daar later in het webinar ook nog over hebben. Ik wil je vragen om interactief mee te doen. Dus zorg echt dat je met dit webinar bezig bent. Kijk, als je zegt, ik weet nog niet of ik het wat vind, of ik vind het eigenlijk helemaal niks, ga dan alsjeblieft weg, ga dan iets nuttigs met je tijd doen. Maar op het moment dat jij wat technieken en tips wil leren om jouw business naar het volgende niveau te helpen, om sneller te groeien en om eigenlijk je concurrenten voor te zijn, want niet elk bedrijf of elke organisatie of ondernemer is hiermee bezig, maar ga er dan echt gefocust voor zitten. Doe interactief mee en maak aantekeningen. Gewoon door aantekeningen te maken. Eigenlijk het liefst, als je al weet wat mindmappen is, door middel van mindmaps. Mocht je nog niet weten wat het is, dan ga ik je daar straks iets meer over uitleggen. En als je een A4'tje voor je hebt liggen, schrijf dan heel kort op, in één zin, wat jouw doel is voor vanavond. Dus waarom zit je hier en wat wil je uit het webinar halen? Wat voor tips wil je? En ik wil graag dat je daarover nadenkt, omdat je brein dan alvast wordt geactiveerd om ook op zoek te gaan naar die antwoorden. Dus neem even de tijd, of ja, schrijf dat gewoon heel snel op en waarschijnlijk weet je ook wel wat, waarvoor je hier überhaupt zit. Maar wil je tips om sneller te lezen, sneller informatie te verwerken? Wil je, misschien zeg je, ik ben nog geen ondernemer, maar ik wil ondernemer worden en ik wil een businessplan maken. Hoe kan ik dat effectief doen? Of misschien wil je een planning maken, maar gaat dat heel chaotisch? Of wil je weten hoe je gefocust kunt werken? Dus schrijf dat even op je papiertje of heb het even goed in je hoofd. Je hoeft het niet per se via de chat te delen. Mochten er vragen zijn, dan kunnen die zo wel komen. En die komen ook naarmate, naarmate ik meer over de onderwerpen ga praten. Maar weet goed voor jezelf waarom je hier bent. En ja, zoals je al ziet, kun je vragen stellen via de chat. Sommige mensen willen het wat uitgebreider doen. En willen misschien anoniem blijven, dat kan ook, dat vind ik geen enkel probleem. Stuur dan even een e-mail naar jelle@trainyourbrain.nl. Die zal ik soms op dit scherm hier bekijken. Dus als ik even naar deze kant kijk, dan ben ik niet afgedwaald, maar dan kijk ik of er wat e-mails binnenkomen. En dan kun je wat uitgebreidere vragen stellen, want de chat is maar een klein boxje waar je niet met hele lappen tekst terecht kunt. Dus mocht je gewoon wat langere vragen hebben, misschien trigger ik je of heb ik het ergens over, dan denk je, oh weet je, dat wil ik graag weten. Maar dat lukt niet op de chat, doe dat dan via de e-mail. Dus dat is jelle@trainyourbrain.tv. Oké. Ik wil even met jullie kijken, en dan mogen jullie zo de chat gaan gebruiken. Waar jij als ondernemer of nog geen ondernemer, misschien wil je gaan opstarten, dat kan natuurlijk ook. Maar waar loop je nou het meest tegenaan? En ik heb zo meteen een paar rijtjes en misschien zul je daar heel erg in herkennen. Maar zou je kort in de chat willen aangeven wat nou dat ene punt is waarvan je zegt, nou als ik je daarmee kan helpen, dat gaat voor mij een wereld van verschil maken. Want dan wil ik vanavond gewoon gaan kijken of ik jou daar specifiek mee kan helpen en daar wat gerichtere tips voor kan geven. Dus ik neem heel even de tijd om daar naar te kijken. Of je dat, als je dat achter wil laten, dat kan ook via de mail. Dan kijk ik er zo even naar. Dus je ziet al focus langskomen. Dat is heel mooi. Focussen. Hoe maak je een ondernemingsplan? Efficiënter werken. Ja, te weinig tijd. Oké. Focus blijven marketing. Ja, marketing ben ik. Ik weet wel wat van marketing, maar ik ben geen expert. Maar ik zal je vertellen hoe je snel kunt leren over marketing. Dat is misschien nog interessant. Want hoe kun je nou niet alleen snel over marketing leren, maar hoe kun je. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende onderwerpen waar je waarschijnlijk iets vanaf wilt weten. En hoe kun je daar nou in hele korte tijd eigenlijk een expert in worden of daar iets vanaf weten, zodat je jouw business supersnel naar het volgende niveau kan brengen. Daar wil ik het vanavond met jullie over hebben. Dus meer lezen, snel lezen, zie ik langskomen. Niet afdwalen. Nou, super. Nou, dat is eigenlijk de dingen die jullie aangeven, is precies waar ik het vanavond over wil hebben. En misschien, ik wil wat voorbeelden geven van dingen die ik vaak tegenkom, die het ondernemers zeggen, waar ze zelf een uitdaging mee hebben. Misschien wil je graag groeien, want ik denk als je ondernemer bent,
Wil je ook graag groeien? Ben je op zoek naar mogelijkheden om je business uit te breiden? Maar ook persoonlijk. Want ik ben ervan overtuigd dat als je persoonlijk niet groeit, dan groeit je business ook niet. Dus ik vind dat dat verband met elkaar heeft. Dus hoe meer jij groeit, hoe meer je business ook zal groeien. En anders was je natuurlijk ook niet op het webinar. Dus ik weet gewoon de mensen die hier in het webinar zitten willen graag groeien. Maar omdat je ook druk bezig bent met je business, kan het zo zijn dat je weinig tijd daarvoor hebt. Maar hoe kun je daar nou meer tijd voor maken? Zodat je wel kunt blijven groeien en je business ook kunt blijven uitbreiden. Dus misschien herken je je daarin. En een tweede iets waar mensen last van hebben, is dat sommige mensen vinden het heel fijn om to-do-lijsten te maken of takenlijsten. Persoonlijk was ik dat vroeger heel erg, vond ik het overal post-its notes liggen met dingetjes geven, dan was ik totale controle kwijt, omdat overal lagen post-its notes, maar ik kon ze gewoon niet allemaal tegelijkertijd verwerken. En er was totale chaos in mijn hoofd van, wat moet ik nou eerst doen, wat moet ik als tweede doen? Ik wist niks van prioriteiten stellen of wat dan ook. En misschien heb je dat ook wel, dat je gewoon hele lijsten vol hebt. Of misschien gebruik je daar software voor die helemaal vol staat met dingen die je nog doet. Dus daar wil ik het vanavond ook over gaan hebben. Hoe kun je dat nou voor elkaar krijgen? Misschien zeg je wel, ik wil het liefst niet 24 uur, maar 36 uur in een dag hebben om alles af te krijgen. Zodat je gewoon die takenlijst af kunt krijgen. En daar wil ik wat tips over geven. En eigenlijk wil ik je vanavond een hele structuur geven om niet alleen je business, maar gewoon je hele alles wat je wilt doen in je leven, gewoon gestructureerd neer te zetten, zodat je exact weet wat je moet doen. En zodat je je taken af kunt krijgen en echt gefocust kunt zijn van welke dingen moet ik doen om mijn bedrijf, mijn onderneming naar het volgende niveau te zetten en dat je die dingen ook echt gaat doen. Nou, het volgende is, ik kan mezelf moeilijk concentreren, focussen. En dit is een van de grootste dingen, een van de meeste dingen die ik tegenkom. Van hoe kan ik mezelf focussen? Want ik raak afgeleid door allerlei dingen. Want er zijn natuurlijk in deze maatschappij zijn er zoveel leuke dingen te doen. Mensen kunnen elkaar nu zo makkelijk bereiken via social media, via de telefoon. Dat wij continu worden afgeleid van de dingen die we eigenlijk zouden willen doen. En dat is een van de. Dat is natuurlijk, het is heel leuk om in contact te blijven met mensen, maar mensen raken de focus kwijt voor wat ze echt willen en halen dan niet die vervulling daaruit. En dat is eigenlijk het belangrijkste waar ik vanavond over wil hebben. Maar ik zal er zo nog iets meer over vertellen. Welke drie dingen ik denk dat echt noodzakelijk zijn om jouw business naar het volgende niveau te krijgen. Ik kijk heel veel nog op de chat, want volgens mij komt er nog wat langs. Oké. Okay. Oh, super. Nou, jullie herkennen je in ieder geval goed erin. En de laatste eigenlijk is dat je misschien kent, omdat je zoveel te doen hebt, dat je ook regelmatig stress hebt. Omdat je gewoon zoveel dingen in je hoofd hebt. Je wilt natuurlijk groeien en je bent eigenlijk, vaak bij ondernemers is het zo dat ze continu 24/7 met hun onderneming bezig zijn. Ik merk dat zelf ook af en toe dat het een uitdaging is om de dingen los te laten waar je mee bezig bent. Maar de afgelopen maanden zijn Sven en ik heel erg bezig geweest met hoe kun je nu een structuur neerzetten. Zodat hoe je eigenlijk je bedrijf of onderneming kunt neerzetten. Niet alleen voor Train Your Brain als bedrijf, maar ook hoe wij dat kunnen uitdragen naar anderen. En ik heb zelf gemerkt, doordat ik deze techniek of deze stappen of methode toepas, is het een soort van last ook van mijn schouders afgegaan. Omdat ik dingen veel beter kan loslaten, omdat de structuur helemaal staat. En ik hoef niet continu te denken, oh, wat moet ik doen, ik moet dit onthouden, dit en dit moet er nog allemaal gebeuren. Maar dat staat allemaal ingepland in één mooi, makkelijk schema. En dat schema wil ik je vanavond laten zien. En ik hoop dat dat jou ook kan helpen om gewoon even te ontspannen en even tot rust te komen af en toe. Want het is enorm belangrijk, ook in je drukke leven. Niet alleen om te groeien als persoon, maar ook voor je bedrijf. Oké, dus ik wil je eigenlijk feliciteren dat je hier bent. Want je hebt de tijd vanavond vrijgemaakt om hier te zijn. Om te leren hoe je jouw bedrijf naar het volgende niveau kan brengen. Om te leren hoe je gewoon effectief informatie kunt verwerken. Om
ja, waarschijnlijk voor je bedrijf, maar misschien zeg je, ik ben helemaal geen ondernemer. En kun je die tips ook voor je studie of voor andere dingen toepassen? Maar ik zal me vanavond meer richten op ZZP'ers en op bedrijven. Dus wat mag je verwachten? En zoals ik al zei, zijn er eigenlijk maar drie dingen die ik vanavond wil behandelen. Omdat ik kan natuurlijk heel veel gaan vertellen aan jullie en kan je heel veel tips gaan geven. En ik, uiteraard zal ik jullie ook tips gaan geven, maar ik heb de laatste tijd vooral gemerkt, kijk, ik kan jullie heel veel tips geven. En dat, jullie zeggen dan waarschijnlijk dat is heel erg waardevol. Maar de realiteit is, waar ik achter ben gekomen, is dat het merendeel van de mensen helemaal niets met die tips gaat doen. We hebben ook mensen in de online thuisstudie, die kopen de online thuisstudie, maken een investering. En die doen daarna helemaal niets met hun investering. Ze vinden het lastig om te starten, om wat voor reden dan ook. Dus ik wil me vanavond focussen op dingen die jij direct kunt gaan toepassen in de praktijk, die het grootste verschil gaan maken. En daarom wil ik het houden bij die drie dingen. Omdat ik denk dat als je die drie dingen gaat toepassen, dat het een enorme wereldverschil gaat maken. En eerst wil ik het even gaan hebben over de realiteit. Kort, van waar staan we nou? En waar zijn we nou eigenlijk mee bezig in onze maatschappij? En wat gebeurt er nu eigenlijk? Nou, daarna wil ik... ik denk het even een heel belangrijk punt bespreken. Van hoe kun je nou een voorsprong opbouwen op je concurrenten of je collega's? Hoe kun je nu sneller informatie verwerken, sneller groeien? En eigenlijk je collega's of concurrenten voorblijven? In plaats van dat je misschien op de manier nu bezig bent, dat je informatie op een langzame manier verwerkt. En dat je vastloopt en dat je met allerlei uitdagingen te maken krijgt. En dat je eigenlijk achter de feiten aanloopt. Want de informatiestroom is nu zo snel, dat het eigenlijk een must is om snel te schakelen. Want grote bedrijven, die zijn expert in het snel schakelen. Als zij er niet als eerste bij zijn, bij een nieuwe trend, dan is iemand anders hun voor. En ik hoop dat je heel duidelijk kan maken, want er zijn nu zoveel mensen die iedereen kan nu zijn eigen onderneming beginnen, omdat iedereen informatie op het internet, via boeken, overal kan vinden. Dus informatie is geen probleem meer. Maar hoe snel kan je die informatie verwerken? Als jij 2-3 keer zo snel kan verwerken, ben je 2-3 stappen voor op je concurrent. Dus ik denk dat enorm waardevol is. Dus daar wil ik je zo wat tips over gaan geven. Nou, het tweede is, hoe kun je structuur en overzicht krijgen? Want doordat er zoveel dingen te doen zijn, is vaak die structuur zoek. En ik wil je een aantal dingen aanreiken, die je daarbij kunnen helpen. Hoe je niet alleen structuur kunt krijgen, maar daardoor dus ook meer kunt ontspannen. Want op het moment dat je meer structuur hebt, dat je weet wat je moet doen, heb ik gemerkt dat je ook dingen meer kunt loslaten. En dat je ook meer kunt ontspannen. En dat je ook leuke dingen kunt gaan doen. Want dat is, ik neem aan dat je daarom ook eigen ondernemer bent. Dat je je eigen indelen. En dat je ook met het geld wat je verdient eigenlijk. Want ik denk dat dat ook een deel is van. Wil je doen wat je leuk vindt. Wat je passie is. Maar met het geld wat je verdient. Wil je dingen doen die je leuk vindt. En bijvoorbeeld op vakantie of wat dan ook. En hoe je dat meer kunt krijgen. En de laatste, en ik zag het al behoorlijk veel langskomen op in de chat, is ga op zoek naar focus. En ik kan dit niet vaak genoeg benadrukken, dat er zijn zoveel mensen die zich eigenlijk laten controleren door wat er in hun omgeving gebeurt. Niet zelf de controle hebben over hun eigen business, maar vaak door klanten of door werknemers of door externe factoren en niet die controle pakken en die focus hebben om ook echt die richting op te gaan die ze willen doen. Maar vaak worden ze gecontroleerd gewoon door wat er in de omgeving gebeurt. En ik denk dat dit het belangrijkste is. Als je alleen al die strategie gaat gebruiken die ik je vanavond ga vertellen, weet ik zeker dat je niet alleen veel meer focus krijgt, maar ook meer overzicht en structuur. En veel meer ontspannen kunt zijn om jouw business naar het volgende niveau te brengen. En als laatste wil ik het, dus dat zijn eigenlijk de drie dingen.
Als laatste wil ik het nog. Ik denk dat er heel veel vragen zijn. Ik zie al behoorlijk wat langskomen. Wil ik gewoon een vraag-en-antwoord sessie doen. Mochten er nog andere vragen zijn, of mocht je specifieke vragen hebben, hoe kun je nu. Wat dan ook, die kun je gewoon aan mij stellen en dan ga ik de antwoord op geven. Dus daarom zei ik aan het begin ook van, nou, ik weet niet hoe lang het gaat duren. Maar dat ligt dus ook mede door die vraag-en-antwoord sessie. Nou, laten we maar starten. En ja, dit wil ik nog even kort aangeven. Wat kan het jou nou opleveren? Dat heb ik al kort een beetje gezegd, want ik wil vanavond een aantal tips gaan geven. Maar ja, misschien kun je dat voor jezelf ook bedenken. Van wat, ik heb al aangegeven waar ik het ongeveer over moet hebben, maar wat gaat jou dat nou opleveren? Ben je op zoek naar, bijvoorbeeld je ziet een mooi plaatje van een strand met een palmboom. Ben je daarnaar op zoek? Of wil jij snelle informatie verwerken, betere structuur krijgen in je business, zodat je meer geld kan verdienen, of meer vrijheid kunt hebben, misschien ben je getrouwd, heb je kinderen, meer tijd met je kinderen wil doorbrengen. Hoe zie jij dat voor je? Wat wil je ervoor bereiken? Dat is ook waarom ik je doel heb laten opschrijven. Van wat wil je eruit halen? Maar dit zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. En om te starten wil ik je een kort overzicht geven van wat is er nu eigenlijk aan de hand met de wereld op het gebied van informatie. Er is zoveel informatie. En wat gebeurt er nou eigenlijk? En kijk, ik noem het een beetje de informatiechaos. Want iedereen kan informatie zoeken. Informatie is geen excuus meer om jouw business te laten groeien. Het is alleen nu de vraag, welk soort informatie gebruik je en hoe snel kun je het verwerken? Dus van wie gebruik je de informatie? Want je leert natuurlijk liever van iemand die een expert is, bij wijze van spreken een miljonair, want die heeft iets goed gedaan, om zijn geld te verdienen. Of leer je van iemand die bij wijze van spreken geen geld heeft. Maar in 2011 zijn er 10 miljard boeken op de markt gekomen. Dat is ontzettend veel. Alleen in 2011 10 miljard boeken in de hele wereld. Dat is natuurlijk ontzettend veel in één jaar tijd. En ik wil dat getal even zeggen, omdat dat gewoon aangeeft hoeveel informatie er beschikbaar is. En er zijn zoveel mensen die nu een boek schrijven, die publiceren. En wat er kan gebeuren, is dat je gewoon de boekenzaak inloopt. Ik vind het zelf fantastisch om een boekenzaak in te lopen, want ik zie allemaal leuke dingen. Maar ik moet bij mezelf heel erg de vraag stellen van, ga ik dit boek echt lezen? En waarvoor ga ik het gebruiken? Want er zijn zoveel interessante boeken, dat ik wil wel heel veel boeken kopen. Maar als ik ze niet ga lezen, omdat het geen prioriteit heeft, omdat het niet mijn focus heeft, zal het ook niet opschieten. Maar er zijn heel veel mensen die gewoon boeken kopen, ook omdat het leuk is. Omdat je denkt, ik wil hier wat meer vanaf weten. Maar dan belandt 90% gewoon in de kast. Die staat stof te happen. Want ik was laatst bij een uitgeverij Prisma. En die zei ook letterlijk, we hadden het over taalkursussen. Die zei, de boeken met taalkursussen of audioprogramma's, staat gewoon 90%. Letterlijk staat niks te doen in de kast en wordt helemaal niet gebruikt. En dat is met boeken. Met boeken is dat precies hetzelfde. En dat is natuurlijk zonde. Dus daarom is het belangrijk om die focus te hebben. Dat jij de boeken gaat bestuderen die jou persoonlijk of bedrijfsmatig naar het volgende niveau kunnen brengen. Het is een beetje, je kunt het noemen informatieverzamelaar. Want ik weet niet. Ik weet dat er hier heel veel mensen in het webinar zijn die graag willen groeien. En die misschien ook op het internet op zoek zijn naar allerlei informatie. En misschien ben jij wel zo'n persoon die eigenlijk elk e-book bijvoorbeeld, wat hij kan vinden, op zijn computer opslaat. En ja, vraag jezelf eens af, ga eens kijken, hoeveel van die e-books heb je nu eigenlijk echt gelezen? Heb je daar iets mee gedaan? En er zijn zoveel mensen die nu informatie eigenlijk maar aan het verzamelen zijn en cursussen kopen, boeken kopen, zelfs investeren in dure programma's, online programma's of wat dan ook. En die er eigenlijk helemaal niets mee doen. Maar die alleen maar het feit dat ze een bepaald boek kopen, geeft mensen al vaak een verlichting van, oh, ik heb de eerste stap gezet. En dat is natuurlijk leuk, maar als je echt een groei in je business naar het volgende niveau wil brengen, dan zijn er wat andere stappen voor nodig. Nou, en een andere is dat mensen vaak
het moeilijk vinden om de focus te behouden, omdat ze worden afgeleid door allerlei dingen. En er is zelfs wetenschappelijk aangetoond dat mensen elke 7 minuten worden afgeleid. En het duurt dan weer 20 minuten voordat mensen totaal gefocust aan het werk kunnen zitten. Nou, als je een beetje kunt rekenen, dan begrijp je dus dat mensen eigenlijk helemaal niet gefocust zijn. Omdat ze dus totaal vaak zijn afgeleid door wat dan ook. Door een mobiel die afgaat, door mensen die in hun kantoor binnenkomen, door WhatsApp, door... Je hebt zoveel dingen tegenwoordig die geluidjes maken, die je afleiden. Dus alles op je telefoon. Twitter, Facebook, alles. En daardoor totaal de focus kwijt zijn. En dan vragen ze zichzelf af, ja, wat heb ik vandaag gedaan? En dan was het niet zoveel. Maar het komt eigenlijk alleen maar daardoor. En op het moment dat je al die dingen zou uitzetten, alleen al, zul je merken dat je veel effectiever en productiever aan het werk bent. Dus dat is een beetje een extra tip, en daar wou ik het eigenlijk helemaal niet over hebben. Maar goed, dat is volgens mij wel een mooie bijkomstigheid. En kijk, waarschijnlijk zeg je ook van, oh ja, maar Jelle, dat weet ik al. Want ik weet dat ik word afgeleid daardoor. En ik weet ook dat ik dat moet doen. En wat is dat nou voor stomme tip? En oké, misschien vind je dat. Maar aan de andere kant, pas je het al toe. Want dat is wat ik net probeerde duidelijk te maken. Er is een heel groot verschil tussen weten en het echt uitvoeren. Want misschien zeg, ja, je weet waarschijnlijk wel dat je wordt afgeleid door al die dingen. Maar pas je het echt toe? Zet je je Twitter uit? Zet je je Facebook uit? Zorg je ervoor dat je niet elke keer als je een e-mail krijgt, dat je zo'n pop-up krijgt. En dat je stiekem gaat kijken van, wie is dat? Of dat je weer afgeleid raakt of wordt op het internet. Maar goed, nu verwachten jullie natuurlijk dat ik een aantal tips ga geven. En misschien hoop je, nu dat ik met de magische pil aankom, die ik naar je op kan sturen, dat je die in kan nemen. En dat het dan allemaal goed gaat. En ik wou dat het waar was, maar helaas werkt het niet zo. Ik kan niet met mijn magische toverstaf langskomen en zeggen van jou aantikken en jou effectief laten werken. Want breintraining, zoals ik het dan noem, het zegt het al, het is trainen. Je moet jezelf trainen om dat te doen. En sommige dingen kun je in één klap veranderen. En andere dingen zullen wat tijd kosten. Zoals jij ook wat tijd kostte dat je hebt leren lopen, dat je leerde met praten. En, maar ik wil jullie vanavond wat tools aanreiken waar je zelf mee aan de slag gaat. En waar je zelf ook actie moet op ondernemen. En daar zit ook weer het woord ondernemen in. Daar komt het vandaan. En kijk, ik denk dat het voor jullie al redelijk vanzelfsprekend is omdat je ondernemer bent. Maar ik kan natuurlijk een heel mooi praatje houden en je heel veel leuke tips vertellen. Maar als jij straks niet daarmee aan de slag gaat, dan zullen er ook geen resultaten zijn. En dan is dit eigenlijk zonde van je tijd dat je hier zit. Dus ik hoop dat je ook gefocust zit en dat je alles uit hebt staan en dat je erin zit. En dat je denkt, weet je, de technieken die ik hier leer vanavond, hoe kan ik die gaan toepassen, zodat mijn praktijk naar het volgende, mijn onderneming naar het volgende niveau kan groeien. Oké, dus dat is het. Dus het kost wat training en ik zal daar zo nog wel bij, je zult het zo merken, sommige dingen kosten wat meer tijd en sommige dingen die gaan gewoon wat makkelijker, die kun je gewoon direct gaan toepassen. Nou, om te starten met de eerste tip, om een voorsprong op je concurrenten te krijgen. Hoe kun je dat nou doen? Want ik ben ervan overtuigd dat het, even een slokje water. Ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat jij 2, 3, 4 keer zo snel informatie kunt verwerken, dat jij een hele grote voorsprong hebt op je concurrent, omdat die dat vaak niet doen. En hoe kun je dat nou doen? Want ik denk dat er 3 dingen enorm belangrijk zijn om dit te doen. En de eerste is door supersnel te lezen. Want op het moment dat je sneller kunt lezen, ik denk dat de meeste mensen die halen hun informatie nog steeds of van het internet, of uit boeken. Daar staat meestal de meest waardevolle informatie in. Tegenwoordig ook zijn video's steeds vaker worden gebruikt. Maar ik denk de meeste mensen die lezen nog boeken. Dus door middel van sneller te lezen, wat heel makkelijk kan, en ik zal je daar straks wat tips voor geven, kun je 2, 3, 4 keer zo snel gaan lezen. En ja, wat zou dat voor jouw business betekenen als jij 2, 3, 4 keer zo snel kan lezen, of zelfs nog wel meer, ten opzichte van je concurrent. Als jij, de meeste mensen lezen 200 woorden per minuut.
Als jij en je collega of concurrent, die leest ook 200 woorden per minuut, maar als jij dat kunt verhogen naar 1000 woorden per minuut, 5 keer zo snel, ja, denk je dat je een voorsprong hebt op jouw collega? Dat denk ik wel, toch? Als jij dan leest hij 1 boek, lees jij 5 boeken. Dat is nogal een verschil, denk ik. Jij hebt veel meer kennis in een korte tijd dan je collega's. Kun je ook veel sneller schakelen, kun je veel meer inspringen op de trends. En kun je je expertise uitbreiden, dat je een nog betere expert wordt in iets. En kun je ook, ja, hoe meer expertise, hoe meer mensen naar jou toe willen komen, omdat je ze aantrekt, omdat jij jezelf kunt verkopen of neer kunt zetten als expert. Dus dat is het eerste. En ik zal je zo wat tips daarover geven, dat is heel makkelijk. En misschien weet je zo, maar dan, ik wil je wat inzichten daarop geven. Nou, het tweede is, kijk, je wil natuurlijk niet alleen informatie snel lezen. Maar je wilt, want je zegt, ja, dan heb ik het gelezen, maar dan doe ik er niks mee. En dat is eigenlijk ook wat heel veel mensen doen. Die lezen een boek. Sommigen maken wat aantekeningen. Niet heel effectief. Maar vaak markeren mensen iets bijvoorbeeld in een boek. En daarna wordt er helemaal niks meer mee gedaan. Dan wordt het boek gewoon in de kast gestopt. En dat is het dan eigenlijk. Dan kijken ze er misschien nog een keertje in, een jaartje later. Maar voor de rest is er niet zoveel mee gebeurd. Maar hoe kun je nu ervoor zorgen dat je effectief en makkelijk een samenvatting maakt, of in dit geval een mindmap, zodat je de informatie effectief opslaat en er daarna alleen nog maar een paar keer naar hoeft te kijken. Zodat je de informatie heel snel kunt terughalen. En op het moment dat je dat kunt archiveren en bijvoorbeeld op een bepaald onderwerp informatie kunt verzamelen en er even wat mindmaps door kunt kijken, in plaats van hele grote samenvattingen, kun je supersnel informatie weer terughalen. En als je bijvoorbeeld misschien ben je een coach en je zegt, ik heb heel veel boeken hierover gelezen en ik heb mindmaps gemaakt over een bepaald onderwerp. En je pakt die bij elkaar en je kijkt er even naar, kun je een bepaalde aantal takken of bepaalde informatie of categorieën uit die mindmaps halen, die jij bijvoorbeeld in een nieuw coachingprogramma wil verwerken. Of die wil je er wat tips uithalen waar je een bepaalde cliënt beter mee kunt helpen. Hoef je niet pagina's en pagina's aan informatie door te kijken. Dus het is enorm belangrijk dat je niet alleen sneller leest, maar dat je wilt natuurlijk de informatie zo effectief mogelijk opslaan, zodat je het als derde het ook kunt gaan gebruiken en er actie op kunt ondernemen. Want hoe vaak gebeurt het niet dat mensen een boek lezen, misschien maken ze een samenvatting, maar daarna belandt het in een schrift of in de kast of waar dan ook, en zullen er eigenlijk heel weinig kennis die in het boek staat, zal echt worden toegepast in de praktijk. Dus waar je bijvoorbeeld 100% leest, zul je maar een bepaald percentage zul je opslaan. Dus dit is 100%. Oh, 100%. Ah, doet het niet helemaal goed. Nou, je begrijpt het wel, dit is 100%. En dit is misschien maar 50% die je verwerkt. En eigenlijk de 100% en de 50% die je opslaat, misschien onderneem je daar maar op 10% actie. En dat is natuurlijk zonde, want er staan veel meer tips in het boek die jij kunt gebruiken om je business te vergroten of om expert te worden in een bepaald vakgebied. Of als je coach bent om bepaalde oefeningen of methodes te gebruiken op cliënten of wat dan ook. Maar vaak neemt dit percentage eigenlijk af in deze volgorde naar beneden. Dus je leest 100%. En op een gegeven moment is er bijna niks meer over voor de dingen die je echt toepast. Dus dat zijn eigenlijk de 3 belangrijke dingen. En die wil ik graag met je gaan doornemen. Want hoe kun je nou bijvoorbeeld heel erg gemakkelijk je leesnelheid verdubbelen? Ik weet niet of je dat interessant vindt. Maar ik denk dat het waardevol is om te weten überhaupt hoe je dit kunt doen. En ik zag net voorbij komen. Ja, Jan, super. Jan heeft even op de chat achtergelaten. Ik lees 2,5 keer zo snel. Jan is bij ons naar een breinseminar gekomen. Heb ik hem persoonlijk ook geholpen met om tips te geven en oefeningen te doen om je leessnelheid te verhogen. En dat is onder andere door de techniek die ik nu wil uitleggen. Want normaal doe ik dit in training en doe ik een oefening. En dat is nu wat lastiger, omdat ik je niet persoonlijk zie. Maar dat kun je met iemand testen. Want vraag maar eens aan iemand strakjes of morgen om zijn ogen in een cirkel te bewegen. Dus in een cirkel.
En kijk goed naar wat er met de ogen gebeurt. Nou, waarschijnlijk zul je dan zien dat je zoiets ziet, zoals dit. Dus dan zie je dat het een beetje schokkerig is. Dus het is geen perfect rondje, maar het schokt een beetje. Als tweede oefening kun je zelf een pen pakken. Dus een pen. Maak jij een rondje met je pen. En vraag je die persoon om het puntje van de pen te volgen. En dan zul je iets anders aan de ogen zien, namelijk niet dat het schokkerig is, maar dat het veel meer een rondje is. Misschien niet zo perfect als het voorbeeld, maar het is veel beter gelijk. En waarom doe ik deze oefening? Is om mensen in te laten zien dat door middel van geleiding, door bijvoorbeeld een pen, kun je je ogen beter geleiden over de tekst. Want wat er vaak gebeurt, ik zal het proberen aan te geven in het voorbeeld. Kijken. Als wij een tekst lezen, lezen wij een aantal woorden. Zoals hier. Dit zijn streepjes, zijn zogenaamde regel. En wij lezen vaak van woord naar woord. Zo en dan zo. De tekenkunsten zijn niet super. Maar wij lezen ongeveer van woord naar woord. Maar vaak, dat merk je misschien zelf ook wel, als je aan het lezen bent, dat je geneigd bent, dat je ogen wel eens terugspringen. Dus die gaan niet alleen maar vooruit, maar die springen eens terug. Want soms is dat gewoon een woord. Dan springt het een woord terug, omdat je jezelf afvraagt van, nou, wat stond er ook alweer? Of heb ik dat goed begrepen? Maar soms is dat ook een regel of een hele zin die teruggaat. En soms zijn er ook mensen die zeggen, ja, ik heb de hele pagina eigenlijk niet begrepen, omdat ik gewoon met mijn gedachten ergens anders zat. Dan spring je gewoon een hele pagina terug. En dan moet je eigenlijk weer opnieuw beginnen. Nou, eigenlijk is dit heel erg zonde van je tijd. En ik hoop dat je dat begrijpt. Want op het moment dat je natuurlijk de hele tijd terug gaat lezen, ja, ben je gewoon de tekst 2-3 keer aan het lezen. En dat is natuurlijk zonde. Dus op het moment dat jij je ogen kunt geleiden in een voorwaartse beweging, dus zo, in deze richting, en dat je ervoor zorgt dat je ogen dus niet meer terugspringen over de regels, zul je veel sneller door een tekst heen gaan. Zul je alleen maar voorwaarts gaan. Dus hoe kun je dit nu doen? Wat je kunt doen, en dat is eigenlijk de basis van het snel lezen, is door inderdaad een pointer te gebruiken, of een pen die ik net in het voorbeeld aangaf, is dat je je ogen gaat ondersteunen tijdens het lezen. En misschien heb je dat wel eens bij kinderen gezien, die gebruiken hun vinger wel eens tijdens het lezen. En dat is eigenlijk heel natuurlijk om te doen. Die gebruiken hun vinger om hun ogen te ondersteunen en te geleiden. En dat kun je zelf ook doen door op het moment dat je een boek hebt, stel dit is het boek, de pen te pakken en je pen net iets onder de regel te houden en van links naar rechts over de regel te gaan. En je ogen eigenlijk te geleiden, dus je houdt het puntje van je pen net onder de regel dat die niet in de weg zit. Maar geleid je van links en rechts rustig, beweeg je je pen over de regel en je ogen volgen eigenlijk niet het puntje van je pen, maar net iets daarboven, zodat het wel gewoon naar de tekst kijkt. En op die manier, sommige mensen die zeggen het is wennen voor mij, want het is nieuw. En dat is ook heel normaal, want het is het proces waar je in zit, het leerproces. Maar sommige mensen vinden het wat makkelijker, dus misschien zeg je zelf wel, ik vind het heel makkelijk om te doen. Maar test dat maar eens. Vanavond, of misschien heb je nu een boek voor je liggen waar je zegt, nou, ik kan het even oefenen en ik kan het proberen. Misschien heb je het al wel eens gedaan. Maar alleen deze tip al, door niet meer de hele tijd terug te lezen naar de tekst, kan je leessnelheid met gemak verdubbelen. Omdat je niet meer gaat terugspringen. En dat is eigenlijk de basis van het snellezen. En er zijn hele makkelijke oefeningen om bijvoorbeeld daarna nog je leessnelheid te gaan opvoeren door jezelf een beetje te pushen om steeds iets sneller te gaan lezen. En je kunt ook wat oefeningen doen dat je bijvoorbeeld niet alles gaat begrijpen. Dus dat je zegt, nou, ik ga nu zo snel lezen dat ik bijvoorbeeld maar 50% van de tekst begrijp. Dus dan train je jezelf ook een beetje om die hogere snelheden aan te gaan houden. En dat is een van de trainingen die wij bijvoorbeeld in het breinseminar toepassen. En die mensen ook leren tijdens in de online thuisstudie. In les 2 en 3 hebben we het over snellezen. Dus daar leren mensen hoe ze dat kunnen doen en hoe ze dat kunnen toepassen.
Om steeds jezelf een beetje te trainen. En dat is eigenlijk het trainen van je oogspieren. Want op het moment dat jij je oogspieren traint, zul je sneller gaan lezen. Kun je steeds hogere snelheden gaan opvoeren. Maar dit is echt de basis. En wat ik wil vragen eigenlijk aan jou is... Kijk, ik kan je natuurlijk heel ingewikkelde technieken nu uit gaan leggen. Hoe je jezelf kunt trainen om 800 tot 1000 woorden per minuut te lezen. Maar ik wil graag bij de basis blijven. Want dat zijn 2-3 stappen verder. Dus ik vind het belangrijk dat je dit nu weet. En dat op het moment dat je leest, maakt niet uit wat. Dat je gewoon altijd zorgt dat je een pen bij de hand hebt. Of dat je je vinger gebruikt als pointer om teksten te gaan lezen. En dit kan zijn de krant, dit kan een boek zijn, een informatief boek, een roman. Dit kan zelfs e-mail zijn. Je kunt gewoon een pen. Ik zag volgens mij iets net langskomen over lezen via een beeldscherm. Kun je ook gewoon een pen gebruiken of je vinger om op die manier te gaan snel lezen. Er is ook software voor, maar dit is eigenlijk de makkelijkste manier meestal om te doen. Om dat te gebruiken. En je zult merken wat je de komende dagen kunt doen. Je kunt jezelf je leessnelheid testen. Dan reken je gewoon het aantal woorden uit wat je in een minuut leest. Weet je je leessnelheid. Ga je hiermee aan de slag. Dus dan gebruiken die pointer. Oefen dat bijvoorbeeld voor een week. Elke dag een kwartiertje. En push jezelf een beetje om steeds iets sneller te gaan lezen. En test je na een week weer. En kijk hoeveel het is verbeterd. En op het moment dat je dat doet, weet ik zeker dat je leessnelheid minstens hebt verdubbeld. En je ziet ook, kijk, in het breinseminar oefenen we maar 2 dagen. En de meeste mensen die verdubbelen minstens. En sommigen gaan 3-4 keer zo snel. En dat verschilt ook een beetje per persoon. Maar voor sommige mensen gaat het makkelijker af dan voor anderen. Dat is nou eenmaal zo. Maar voor iedereen is het mogelijk. Niet alleen voor studenten of voor kinderen, maar ook voor mensen die met pensioen zijn of die al wat ouder zijn. Dat maakt helemaal niet uit. Dus ik hoop dat dit... Zijn hier bijvoorbeeld vragen over? Ik wil even kijken naar de vragen. Misschien zeggen mensen van, ik snap het niet helemaal. En wil je er iets over weten? Even kijken hoor. Oh, Jorge, super dat je... Ja, hebben we een telefoongesprek gehad. Nou, super, ook al verdubbeld. Door middel van alleen deze techniek toe te passen in 2 dagen. Dus dan zie je, dat vind ik leuk om te horen van mensen, dat het in 2 dagen kun je dus al je leessnelheid verdubbelen. En dat betekent dus ook dat je gewoon 2 keer zoveel boeken in dezelfde tijd kunt lezen. En ook je 2 keer zo snel kunt groeien, bij wijze van spreken. Want zo zie ik het ook. Oké, heeft echt gewerkt. Ik heb de cursus gedaan. In een avond het boek uitlezen, super. Ik word niet meer slaperig van het lezen. Ja, super. En ik zal zo nog iets daarover vertellen, over slapen. En want sommige mensen worden afgeleid door dingen. Daar zal ik zo nog iets over zeggen. Super. Dyslectisch helpt het ook heel goed bij. Ja. Hoe zet je snel lezen om naar alles begrijpen? Nou, hele goede vraag. Dat is natuurlijk waar we naartoe willen. En daar wil ik er straks nog iets meer over zeggen. Van hoe kun je dit nou eigenlijk een soort van samenvatten. Maar op het gebied van alleen de basis van het snellezen is het belangrijk om te weten dat het eerst belangrijk is om je te focussen op de snelheid. Op het moment dat je eerst op de snelheid gaat focussen, ga je namelijk je oogspieren trainen. En op het moment dat je daarna weer je gewone tempo gaat lezen, zul je merken dat het steeds makkelijker voor jou wordt, omdat je oogspieren getraind zijn, om sneller te gaan lezen, maar dat je begrip gewoon hetzelfde blijft. En dat is ook wat een aantal mensen al via de chat aangeven. Dat ze door middel van deze techniek en door middel van 100% gaan lezen. Dus geen oefeningen gaan doen, maar je wil gewoon de hele tekst begrijpen. Dat ze al 2 keer zo snel kunnen gaan lezen. Maar ik zal, en ja, kijk, de vraag, Judy of Judy, om alles te begrijpen, hebben we 1 methode. Dat is de superstudiemethode. Om niet alleen sneller te lezen, maar dat zijn 7 simpele stappen om sneller te lezen, maar ook het direct om te zetten in hoe kun je informatie makkelijk opslaan. Hoe kun je het verwerken en eigenlijk verankeren in jezelf, zodat je de informatie niet alleen op korte termijn, maar ook op lange termijn gehoudt en onthoudt en het daardoor ook direct kunt gaan toepassen. En nu is het iets te lang om het daarover te hebben. Misschien zou ik ervoor kunnen kiezen om het volgende webinar wat we gaan geven, misschien over een maand of over 2 maanden,
om iets meer over de superstudiemethode te vertellen. Maar daar wil ik nu niet helemaal op ingaan, maar daar kun je wel meer over vinden en ik zal je er straks nog iets meer over uitleggen of hoe je erachter kunt komen. Ik snap het wel, maar vind het nog moeilijk via de pc en e-mail lezen. Ja, je kunt het wel gebruiken, maar het is sowieso, tekst lezen via de computer is altijd lastiger dan vanuit een boek. Want het heeft ermee te maken dat het licht namelijk vanuit achter de letter vandaan komt. En dat is voor ons is dat heel onnatuurlijk, omdat op het moment dat wij lezen is het licht altijd vanaf achter ons, van de zijkant, en straalt het op de letters op je boek. Maar bij een computer komt het van achteren en dat zorgt ervoor dat je ook altijd langzamer leest op het internet en vanaf de computer. Dus, en ze hebben nu wel de e-readers, die worden wel iets beter, dat is wat beter voor je ogen, maar nog steeds lees je altijd langzamer via een scherm, zou ik maar zeggen, dan vanuit het echt. Oké. Ja, dit geldt voor alle soorten literatuur, dus je kunt het eigenlijk overal voor gebruiken. En er zijn wel bepaalde stappen die je, bijvoorbeeld die we leren in de 5 stappen van het dynamisch lezen, dat je niet alle stappen overal voor hoeft toe te passen. Maar deze basistechniek, die kun je overal voor gebruiken. Dus die is gewoon overal voor mogelijk. Ik kijk heel even of er nog wat e-mails binnenkomen met vragen. Oké, nee, misschien komen er straks nog wat binnen. Maar goed, dat betreft de basis. Dus je weet nu hoe je dit kunt gaan gebruiken. En maak er een gewoonte van om ook op het moment dat je gaat lezen, dat je gewoon die pointer gebruikt. Alleen al gewoon het gebruiken van de pen of het potlood. Of je kunt ook een marker gebruiken als je bijvoorbeeld dingen wilt markeren in je boek. Om direct dat te gaan toepassen, om er een gewoonte van te maken. En dit is heel simpel natuurlijk om te doen. Oké, dan wil ik naar de volgende tip. En er zijn eigenlijk twee dingen die enorm belangrijk zijn op het gebied van snel lezen. Het eerste heb ik je nu verteld, dat is het trainen van je hand-oogcoördinatie. En de wereldkampioen snellezer Sean Adams, die leest 5500 woorden per minuut. De meeste mensen lezen ongeveer 200, dus je kunt nagaan dat het extreem hoog is. Die focust zich eigenlijk op twee dingen. En het eerste is het trainen van je oogspieren. Wat ik je nu heb geleerd hoe je dat kunt doen. En het tweede wil ik je nu gaan uitleggen. En het heeft alles te maken met alfa-staat. En alfa-staat is eigenlijk een... ik weet niet of je daar wel eens hebt van gehoord, maar dat is eigenlijk een breinfrequentie. Dus in je hersenen kunnen wetenschappers met EEG-apparatuur... kunnen ze meten wat voor frequentie, dus wat voor golflengte er in jouw hersenen is. Nou, op dit moment in actieve staat is die redelijk hoog en dat noemen we beta-staat. En dat betekent dat je gewoon gedachten hebt, er komen gedachten en er gaan gedachten. Soms als je gestrest bent is dat nog hoger, dan ben je gestrest en dan, dus vaak heb je dan ook meer gedachten die op je afkomen. En dan heb je dus nog een hogere breinfrequentie en dat noemen we gamma-staat. Maar op het moment dat je die frequentie kunt verlagen, dus in plaats van meer gedachten te krijgen bij een hogere frequentie, zul je rustiger worden en meer ontspannen, zul je minder gedachten krijgen op het moment dat je in alfa-staat bent. Dus dat is een lagere breinfrequentie. En alfa-staat is eigenlijk de ideale leerstaat om te leren. Dus dat betekent dat je ook niet wordt afgeleid. Maar misschien heb je wel eens gemerkt dat op het moment dat je aan het lezen bent, dat er heel veel gedachten opkomen. Dat je eigenlijk je gedachten afdwalen. Omdat, misschien moet je de was nog doen, of je moet iemand nog bellen, of je moet een e-mail sturen, of er is een bepaald project wat je nog moet afronden, waar je niet uitkomt en dat blijft gewoon in je hoofd zitten. Op het moment dat je aan het lezen bent, is de kans heel groot dat die dingen opkomen, want we hebben ongeveer 60.000 tot 80.000 gedachten per dag. Dus dat is enorm veel. En als wij heel langzaam aan het lezen zijn, stelt ons brein eigenlijk, ja, soms sukkelt het een beetje, valt het een beetje in slaap, dan is het afgeleid en dan komen al die gedachten naar boven. Nou, je zult dan ook waarschijnlijk wel eens gemerkt hebben dat, zoals ik net zei met het voorbeeld, dat je leest en dat je gewoon na een bladzijde moet zeggen, oh, ik moet weer opnieuw beginnen, want ik weet eigenlijk niet wat er stond, omdat je gewoon bent afgeleid door die dingen. Dus enorm belangrijk om voordat je gaat lezen en ook tijdens het lezen, dat je in alfa-staat komt en blijft.
zodat die gedachten niet naar voren komen, maar dat je echt in het boek kunt duiken, letterlijk. Dat je echt in de informatie gaat zitten. En dan zul je, dus, dan zul je ook al merken dat je veel sneller door de informatie gaat, maar dat, het ook, dat je het ook beter zult onthouden, omdat je er echt in zit. En dat je niet door die externe factoren wordt afgeleid. Nou, ik wil jullie 2 tips geven van hoe kun je nou meer in alfa-staat komen. En die zijn, dat is eigenlijk heel makkelijk om dat te doen. En de eerste is om diep door te ademen. Want op het moment dat je diep doorademt, door middel van een buikademhaling, zal er stress, letterlijk stress uit je lichaam komen. En zul je meer ontspannen en zul je meer in alfa-staat komen. En wat is nou een buikademhaling? Ik denk dat de meeste mensen dat wel weten. Ik ga er even recht voor zitten. Maar je kunt je hand op je buik houden. En een buikademhaling wil zeggen dat op het moment dat je inademt, dat je buik en dat je uitademt, dat je buik naar binnen gaat. En als het andersom is, dan heb je een borstademhaling. En probeer dan er echt voor te zorgen dat je een buikademhaling hebt. Want dan worden er namelijk ook afvalstoffen letterlijk uit je lichaam gescheiden. Dus dat heeft te maken met je lymfeklieren, je lymfeklieren die verzamelen afvalstoffen, maar die hebben eigenlijk geen pomp om de afvalstoffen uit je lichaam te scheiden. Dus je kunt dat door 2 dingen doen, door te sporten, dus door actief te zijn, maar ook door diepe buikademhaling. Dus door diep door te ademen, bijvoorbeeld 10 keer, en ik doe dan meestal mijn ogen dicht voordat ik ga lezen, en diep door te ademen, zullen letterlijk die afvalstoffen uit mijn lichaam gaan en zal mijn brein ook rustiger worden en meer in alfa-staat komen. En één specifieke ademhalingstechniek die je kunt gebruiken is van, die heb ik zelf van Tony Robbins. En Tony die zei van, er is onderzoek gedaan aan MIT in Amerika, dat er een speciaal ritme is, of eigenlijk een ratio van ademhalen, die er extra voor zorgt dat afvalstoffen worden verzameld en uit worden gescheiden door je longen. En dat is door te ademen in een ratio van 1-4-2. En dat wil zeggen dat je inademt, dus 1 seconde inademt. Dan hou je 4 seconden je adem vast. En dan adem je 2 seconden uit. En je kunt dat ook veranderen dat je bijvoorbeeld 5 seconden inademt, 20 seconden je adem vasthoudt en 10 seconden uitademt. Dat is net hoe groot je longcapaciteit is. Maar dat is een hele goede manier om in alfa-staat te komen. Om gewoon even te rusten. En nou, dit kost vaak niet eens meer dan een minuutje tijd. Je kunt gewoon even een minuut gaan zitten, ogen dicht, diep doorademen, eventueel de ratio toepassen van 1-4-2. Op het moment dat je je ogen dan open doet en gaat lezen, zul je waarschijnlijk zelf ook al merken, als je het goed hebt gedaan, dat je meer ontspannen bent en dat het lezen ook sneller gaat. Dus dit kun je voor jezelf testen. Dus dat is 1 manier. De tweede manier is om, er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar klassieke muziek en met name barokmuziek. En barokmuziek zorgt ervoor, er zit een bepaalde frequentie ook in, die zich afstemt met de alfa-staat in je hersenen. Dus door naar die muziek te luisteren, zul je ook meer in alfa-staat komen. En vooral muziekstukken van Mozart of van Bach, die werken heel erg goed daarbij. Dus daar kun je naar luisteren. Nou, mocht je nou echt een hekel hebben aan klassieke muziek, dan misschien zeg je dat vind ik helemaal niks. Hebben wij ook, ik denk, volgens mij was het 1 jaar geleden ongeveer, hebben wij de Boeddha Brein CD gemaakt. Waar muziek op staat, van de ontspannende muziek, om jezelf te ontspannen en meer in alfa-staat te komen. Maar ook met een wetenschappelijke tintje nog, want er zit namelijk speciale ruis en tonen in verwerkt. Dat als het, op het moment dat je het met een koptelefoon beluistert, komt jouw brein ook meer in alfa-staat. En ik zal je de hele wetenschap daarvoor besparen, want dan, dat duurt gewoon te lang. Dat kun je ook op de website vinden, maar je brein zal dan meer in alfa-staat komen zodat je beter kunt concentreren tijdens je stuk of als je gewoon een belangrijke taak moet concentreren. Dus dat dat kun je ook doen. Je kunt daarvoor informatie vinden. Dus dan weet je dat er is. Dus dat zijn de 2 manieren die Kampioen Snellezen toepast. Dus het sneller lezen door middel van de oogspieren trainen. En het komen van de alfa-staat. Dus door heel diep in alfa-staat te komen kun je informatie beter oppikken en zul je het sneller verwerken. Nou, door alleen deze 2 dingen toe te passen,
Als je dit gaat doen, weet ik zeker dat je minstens 2 keer zo snel gaat lezen. En dat je, dat je gewoon veel sneller kunt schakelen en informatie kunt opnemen. Ja, en nogmaals, ik ben er gewoon van overtuigd dat dit enorm groot verschil gaat maken voor jou als ondernemer. Of voor beginnend ondernemer. Omdat je die voorsprong kunt pakken en veel sneller informatie kunt verzamelen. En dus ook 2 keer zo snel, bij wijze van spreken, een expert kunt worden op een bepaald vakgebied. En dat wil dus ook zeggen dat jij, als jij een expert bent op een bepaald vakgebied, dat je je kennis weer kunt verbreden en op zoek kunt gaan naar alternatieve methoden of je kennis kunt verbreden. Nou, als tweede wil je natuurlijk weten, om niet alleen sneller te lezen, maar ook om gestructureerd te werken. Dat is 1. Maar ten tweede om de informatie makkelijk op te slaan en makkelijk te onthouden eigenlijk. Dus hoe krijg je dat structuur en hoe krijg je die overzicht? En voor de mensen die nog mindmappen niet kennen, is dit hier, wat je hier ziet, is een mooie mindmap. Die ik bijvoorbeeld heb gemaakt om je brein fit te houden. Dat is een mindmap die wij gebruiken in de online thuisstudie. Dus bij de mensen die het niet hebben, die kunnen hem hier ook bekijken. Ik zal hem even weghalen. Maar mindmappen is een enorm krachtige manier, en het lijkt heel simpel, maar het is een enorm krachtige manier om, zoals ik net al zei, als eerste informatie op te slaan. Want dat is eigenlijk wat je wilt doen. Je wilt gaan lezen, sneller gaan lezen, maar daarna, na het lezen, direct een mindmap maken. En een mindmap is eigenlijk een soort samenvatting. Je kunt het gebruiken als samenvatting van je boek, van de dingen die je wilt, van de informatie die je wilt onthouden. En heel kort voor de mensen die niet weten wat een mindmap is, want je kunt overal op het internet vinden wat een mindmap is. Dus ik ga je ook niet uitleggen hoe je dat moet maken, want dat is overal te vinden. Maar een mindmap is eigenlijk een kaart van je brein die veel effectiever werkt dan samenvatten bijvoorbeeld. Wij schrijven nu teksten onder elkaar. En dit is een vorm, een meer natuurlijke vorm, waarbij je zowel je linker als je rechter hersenhelft activeert. Zodat je intuïtie veel makkelijker kunt onthouden. Nou, je kunt dat dus gebruiken om, wat ik je sowieso aanraad, na het lezen van een boek, dat je zegt, ik heb het boek gelezen en ik wil de informatie opslaan. Dat wil ik onthouden. En het allergrootste voordeel is, en ik denk nog steeds dat heel veel mensen dat niet inzien, is dat je op het moment dat je een mindmap maakt, het kost misschien wat tijd, maar nog steeds veel minder dan het maken van een samenvatting. Maar op het moment dat die af is, kun je een mindmap in 4-5 minuten herhalen. Nou, probeer maar eens jouw aantekeningen van 10 minuten van 10 pagina's in 4-5 minuten te herhalen. Dat is voor de meeste mensen onmogelijk, omdat vaak zijn samenvattingen heel lang, staat er heel veel informatie in, kost het gewoon heel veel tijd om te herhalen. En herhalen is heel belangrijk, maar het kost ook heel veel tijd op het moment dat je samenvattingen gaat maken. Maar als je een mindmap gaat maken, van 1 à 4, krijg je een duidelijk een overzicht van alle informatie die je dus op een later tijdstip heel gemakkelijk er gewoon bij kunt pakken, uit je archief bijvoorbeeld, en ernaar te kijken, en de informatie snel weer te kunnen terughalen. En hoef je niet te gaan zoeken naar, waar stond dat ook alweer, en al die door te gaan. Dus dat is denk ik de kracht van het mindmappen, omdat je er directe informatie op kunt verwerken. En het voorbeeld wat ik net gaf is eigenlijk voor een boek. Dus je kunt het zelf gebruiken eigenlijk altijd op het moment dat ik een boek lees. Heb ik een A4 bloknoot daarbij waar ik direct een mindmap in maak, zodat de informatie direct is opgeslagen. Maar een mindmap is niet alleen voor het gebruiken van een boek, want een mindmap kun je eigenlijk overal voor toepassen. En ik denk dat dat zeker voor ondernemers heel erg waardevol is, omdat als ondernemer ben je natuurlijk heel veel dingen aan het doen. Je hebt gesprekken met mensen, je hebt vergaderingen, je wilt je planning hebben, je wilt een duidelijke structuur hebben, je hebt misschien verschillende projecten lopen binnen je bedrijf of onderneming. Zo kan ik nogal 100 dingen opnoemen. Maar eigenlijk kun je daar overal een mindmap voor maken. En ik zal bijvoorbeeld een voorbeeld geven. Ik had laatst een, dit weet eigenlijk nog niemand, dus hier krijg je inside information. We zijn nu bezig om interviews te houden met experts. En een paar weken geleden hebben wij een interview gedaan met een expert.
waar je dinsdag over meer over te horen krijgt. Want dan zullen wij de eerste video van het interview gaan plaatsen. Maar ik had eerst een telefonisch gesprek met haar om wat vragen te stellen en om duidelijk te hebben welk soort vragen ik wilde stellen. Ik ben 30 minuten gaan zitten. Ik heb wat op haar website gezocht. En ik heb in 30 minuten tijd heb ik een complete mindmap gemaakt, duidelijk gestructureerd, met exact elke vraag die ik aan haar wilde stellen. En op die manier wist ik heel duidelijk de structuur en kon ik tijdens het telefoongesprek, hield ik de mindmap letterlijk naast me, kon ik gewoon kijken wat staat erop, kon ik al die vragen doornemen. Het meest mooie is nog dat ik die mindmap uit mijn hoofd heb geleerd en tijdens het interview wist ik exact de volgorde van de vragen, omdat ik de mindmap uit mijn hoofd kende. Dus dat is al de kracht van de mindmap en je kunt dat ook toepassen bij het geven van een presentatie. Misschien ben je trainer of leraar of wat dan ook en geef je je brengt informatie naar buiten, naar jouw klanten of mensen die je bezoekers van je website bijvoorbeeld. En wil je een bepaalde structuur aanhouden tijdens een training of een video of wat dan ook. Maar vind je lastig hoe je dat moet doen? En door dat in een mindmap uit te werken, heb je een hele duidelijke structuur wat je wilt verwerken. En niet alleen de hoofdtakken, maar ook subtakjes kun je elk specifiek detail kun je erin aanbrengen. Maar bijvoorbeeld ook als je misschien schrijver bent, kun je letterlijk een hele mindmap van een boek maken voordat je überhaupt het boek gaat schrijven, zodat je de complete structuur al hebt. Dus de hoofdstukken, de paragrafen, de belangrijke details die je erin moet verwerken. En op het moment dat je dat hebt, hoef je alleen nog maar de teksten eigenlijk te schrijven. En is het veel simpeler om je boek te schrijven. Of om een tekst te schrijven. Of misschien heb je een internetonderneming en schrijf je blogartikelen. Wil je snel blogartikelen schrijven. Of je kunt het gebruiken voor vergaderingen. Of, dat doe ik ook heel vaak. Dan ga ik soms met Sven zitten en heb ik wat vragen. En dan... Dan wil ik dingen niet vergeten eigenlijk. En dan maak ik een mindmap van wat ik allemaal wil vragen. En dan vergeet ik nooit iets. En dat is heel duidelijk gestructureerd. En ik kan het ook in de juiste chronologische volgorde zetten, zodat ik weet wat ik eerst moet vragen, wat belangrijk is. En de dingen die minder belangrijk zijn. En dus daarom, je kunt er ook een planning van maken. Je kunt op het moment dat je zegt, ik wil een maandplanning maken, een weekplanning of een dagplanning, kun jij de dagen van de week opschrijven. En voor elke dag, bijvoorbeeld bij een weekplanning, schrijf je van maandag tot en met zondag op. Of maandag tot en met vrijdag, net wat je wil. En dan kun je elke dag opschrijven wat je die dag wil doen en welke taak je af wilt hebben. En op die manier weet je gewoon heel duidelijk en gestructureerd, nou, hier moet ik mee aan de slag. En zo simpel is het. Dus de kracht van mindmap is echt, ja, ik denk ongekend. En ik gebruik het overal voor. En het is ook gewoon heel leuk en simpel om te doen. Op het moment dat je ook goed weet hoe het moet. Want ik zei net ook, ik ga niet uitleggen hoe het werkt, omdat je het overal kan vinden. Aan de andere kant denk ik ook dat heel veel mensen een uitdaging hebben met hoe het nou echt goed moet. En zie ik nog steeds veel mensen die of heel veel tekst gaan opschrijven, of die niet met kleuren werken en zulke soort dingen. Of weinig met plaatjes. En ik zie zelfs, dat vind ik helemaal zonde, dat er trainers zijn en coaches die mensen uitleggen over mindmappen. Dan zie ik een plaatje op een website staan en dan is het gewoon geen mindmap. Dan is het gewoon een soort woordspinsel met de basisstructuur van de mindmap. Maar klopt helemaal niet zoals een mindmap echt hoort te zijn. En op het moment dat je dat echt goed kunt gaan toepassen, kun je supersnel en gestructureerd werken. En heb je gewoon een overzicht van alles wat je wilt doen. Dus dat is het eigenlijk met mindmappen. Dus mocht je het nog niet weten, we hebben ook een gratis e-book van mindmappen. Die kun je op de website vinden, die kun je ook gratis downloaden. Maar ga aan de slag met het maken van mindmaps. En mocht je bijvoorbeeld leuk vinden om naar het breinseminar te komen, gaan we juist ook heel veel aan de slag om mindmaps te maken, omdat het juist zo belangrijk is om dat te integreren in je leven, om die structuur te krijgen. Niet alleen na het lezen van een boek, maar voor allerlei dingen. En misschien, ik weet niet hoeveel mensen er in de bij dit webinar zijn die bij het breinseminar zijn geweest. Ik weet niet of Jan er nog is, maar die weet, die kan ook zeggen, we hebben gewoon heel veel mindmaps gemaakt. En dat door het te doen, want ze zeggen ook wel eens, je moet minstens 50 mindmaps maken om het echt onder de knie te krijgen.
is gewoon heel belangrijk om te oefenen. En om jouw eigen stijl te kunnen ontwikkelen. En bijvoorbeeld tijdens het breinseminar kan ik je ook meer feedback geven. Want als jij bijvoorbeeld veel tekst opschrijft, kan ik een beetje op de vingers tikken, stiekem, en dan zeggen van probeer op te letten dat je kernwoorden en associaties gebruikt in plaats van heel veel tekst op te schrijven. Maar goed, dus dat is een beetje over mijn map. Zijn hier vragen over op dit moment? Ja, je kunt heel goed, Jenny, je kunt op het moment dat je een website wil maken, kun je je website helemaal uitwerken, hoe je dat wil doen. Je kunt op het moment zelfs dat je een website hebt en je bent met internetmarketing bezig, kun je een mindmap gebruiken om je structuur aan te geven van wat is je informatiepagina of je verkooppagina, je betaalpagina, hoe zit je betaalsysteem in elkaar, hoe werkt je blog, je kunt alles daarvoor instellen. Dus je kunt dat heel gestructureerd op die manier aangeven. En het leuke eigenlijk van een mindmap is ook dat je op het moment dat je zegt van nou de structuur klopt niet helemaal, pak je gewoon een nieuw A4'tje erbij, teken je snel met een pen of met een paar stiften, teken je het eigenlijk opnieuw en kun je heel snel alles bijwerken. En op het moment dat je een samenvatting maakt, kan het eigenlijk niet. Dan moet je heel veel gaan werken met streepjes en dingen. En wordt het gewoon een geklieder. Kun je niet opnieuw maken, snel. Dus dat is ook het mooie van mindmappen. Kijk, zijn er nog andere vragen? Spijtig genoeg is het te ver om naar het seminar te komen. Ja, dat ligt helemaal aan jou. Kijk, ik kan er heel lief over zijn of heel hard, maar kijk, wat is je excuus om wel of niet te komen? Kijk, we hebben altijd in elk seminar wat we tot nu toe hebben gegeven, hebben we nog minstens één Belg in het seminar gehad. Dus ik vind het heel leuk dat er wel mensen uit België ook naar de seminars toe komen. Maar dat is aan jezelf. Oh, Wouter, super, dankjewel. Voor sommige mensen is de drempel misschien te hoog om te starten met het maken van mindmaps op papier. Ik raad het meestal wel zelf aan. Maar Wouter zegt, die heeft ook het breinseminar gedaan. Die zegt, voor mij is de drempel lager om software te gebruiken. En software is heel makkelijk. Er zijn eigenlijk twee die ik zou aanraden. Dat is iMindMap van Tony Buzan. Dus iMindMap, gewoon een i'tje ervoor. En MindManager, die zijn allebei heel goed. En dat kan de drempel wat verlagen om mindmaps te maken, omdat het al een duidelijke structuur aangeeft hoe je het echt moet maken. En met name, het voorbeeld trouwens hier, wat je ziet, is van iMindMap van Tony Buzan. Het is heel mooi visueel ingesteld. En dat vind ik persoonlijk heel erg goed werken om te gebruiken. En daarnaast kun je het MindManager gebruiken als je dat wilt. Dus als je zegt, ik vind dat gewoon lastig om te starten, hoe moet ik het precies doen? Je kunt sowieso een gratis demo-versie downloaden voor 30 dagen volgens mij. En dan kun je dat uittesten. En dan krijg je ook meer het gevoel van wat zijn nou de regels en hoe werkt het precies om dat te gaan toepassen. Als er verder geen vragen zijn, dan ga ik verder met de volgende. Even kijken of er nog wat mails zijn. Oké, ik heb hier nog wel een aantal wat uitgebreidere e-mails. Maar voor de mensen die een uitgebreide e-mail hebben gestuurd, die zal ik later even beantwoorden. Omdat ik ze helemaal moet doorlezen. En dat kan wel snel, maar dan raak ik misschien te veel afgeleid van ditgene. Dus die zal ik gewoon vanavond of anders morgen, zal ik die uitgebreid nog beantwoorden. Dus dan wil ik eigenlijk door naar het volgende. Even kijken, Wouter zegt nog iets. Oh ja, dat is waar, Wouter, wat je zegt. Zeker voor ondernemers of in een zakelijke omgeving. Ga je niet met je eigen getekende versie van een mindmap, ga je niet voorleggen aan een klant bijvoorbeeld. En daarom is het ook heel handig om de software te gebruiken. Zodat je gewoon een iets moois visueel kunt tonen aan een partner bijvoorbeeld, waar je mee wilt samenwerken. Of aan een klant of wat dan ook. Zodat je gewoon professioneel voor de verkoop. Dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Dan wil ik eigenlijk naar het belangrijkste aspect van vanavond. En ik wil jullie een structuur geven die je heel goed kan helpen. En ik gebruik deze structuur nu een aantal maanden om
eigenlijk een compleet overzicht over mijn hele business te krijgen. Dus voor mij is dat voor Trainium Brain. Maar dat is voor elke business is dat mogelijk om toe te passen. En dat zijn 5 simpele dingen die je kunt gaan toepassen om een duidelijke focus te krijgen. Om een duidelijke focus te krijgen, zodat je weer, ja, ik noem het een beetje de controle weer terug kunt krijgen. Want ik heb zeker gemerkt in de coachinggesprekken die ik de laatste periode heb gehad, dat heel veel mensen wel weten wat ze willen doen, maar gewoon worden afgeleid door dingen. Of je denkt van, nou, ik heb nu heel even geen zin en ik zet de tv heel even aan en ik kijk wel wat er is en je wordt meegesleept naar de programma's op tv of websites op het internet en je bent de hele avond, de hele dag ben je bezig om die te bekijken. Terwijl je eigenlijk de dingen zou moeten doen die je wilt doen, maar de structuur mist gewoon. En ik wil ze hier stap voor stap in de chronologische volgorde meenemen, zodat je ze ook stap voor stap kunt gaan toepassen. En de eerste is door te gaan werken met post-its. En het is misschien een beetje dubbel wat ik zeg, want misschien denk je, ja, maar je hebt net gezegd dat het niet goed werkt, dat het een chaos creëert. Dat had ik zelf vroeger ook. Maar ik wil je een structuur gaan uitleggen die je kan helpen om heel duidelijk en overzichtelijk een structuur te krijgen over jouw hele business, over je hele bedrijf, de projecten die je doet. En het kan zowel zakelijk zijn, maar je kunt ook dingen gebruiken in je privéomgeving. Dus die je gewoon privé doet. En dat zijn eigenlijk verschillende onderwerpen. En ik zal even kijken of ik kan uittekenen, want dat is misschien voor de mensen die visueel zijn ingesteld makkelijk. En persoonlijk hou ik daar ook wel van. Maar wat ik doe, ik heb een aantal categorieën die belangrijk zijn voor Train Your Brain. En dat zijn bijvoorbeeld, we geven trainingen, we hebben de website, we hebben de blog. Een aantal dingen zijn belangrijk. Dus dat zijn voor mij belangrijke categorieën waar ik mijn focus op wil hebben. Nou, wat ik doe, ik heb bijvoorbeeld, persoonlijk heb ik een A4'tje heb ik genomen. Die heb ik dubbel gevouwen, zodat het eigenlijk een A5 formaat is. En die heb ik letterlijk op de muur geplakt. En daar staat dus een bepaalde categorie op. Dus wat er gebeurt, dat ik een aantal, hij werkt niet helemaal lekker, maar ik hoop dat het duidelijk is, dan heb ik een aantal categorieën naast elkaar hangen, die belangrijk zijn voor Train Your Brain, of voor mij, om daar een overzicht over te houden, waar ik mijn focus op moet hebben. Dus ik teken hier even 3, het zijn er wel iets meer, maar dat is even voor het voorbeeld. Zo, dus ik heb dan 3 A4'tjes met categorieën hangen aan de muur. Dus je kan vast wel ergens in je, als je een kantoor hebt of wat dan ook, of een werkruimte, waar je aan de muur A4'tjes kunt ophangen met een categorie. Dus dan heb je voor jezelf duidelijk, kun je je focus richten op 1 bepaalde categorie. Nou, het tweede wat je doet, is dat je post-its gaat opplakken onder die bepaalde categorie. Dus wat er dan gebeurt, is, dit is een bepaalde categorie, en dan ga je kleine post-its ophangen onder elkaar. Zo. En hier hangen er bijvoorbeeld, hier zijn 3 post-its, want hier zijn 3 dingen in deze categorie die je moet doen. En in deze categorie heb je bijvoorbeeld 2 dingen. En op die manier heb je per categorie een heel duidelijk overzicht wat er nog moet gebeuren. En het wil ook zeggen dat bijvoorbeeld in deze categorie, dat de bovenste post-it is altijd degene, de taak die het belangrijkste is en die het eerste moet gebeuren. Op het moment dat die taak klaar is, dus helemaal klaar, kun je de post-its letterlijk van de muur afhalen en weggooien. En voor mij, en Sven heeft dat ook gemerkt, is een hele fijne manier om te werken, omdat je echt iets fysieks in handen hebt en het weg kan gooien en het ook los kan laten. Dat je je focus daar niet meer op hoeft te hebben. Als er weer een nieuwe taak komt, pak je een post-it, schrijf je het op, hang je het onder de categorie waar het hoort, plak je het op de muur en kun je het ook loslaten. Dus eigenlijk krijg je een muur met de dingen die je nog moet doen, maar wel heel overzichtelijk en gestructureerd. Zodat jij in de volgende stap, die ik zo ga vertellen, een duidelijke structuur kunt aangeven die je kunt gebruiken. Gewoon in je dagelijks leven en waar je je taken op kunt inrichten. Dus ik hoop dat dat duidelijk is. Mocht er vragen over zijn, dan krijg je ze graag via de chat of via de e-mail. Maar het tweede wat je kunt doen, want je hebt dan eigenlijk alle dingen die je moet doen, of die je wilt doen in een bepaalde categorie, is om dat te gaan inplannen.
En wat ik heb gedaan, ik heb gewoon een planbord gekocht van 1 maand. Die hangt bij mij onder mijn post-its, waar ik per dag kan aangeven dit en dit en dit ga ik doen. En dan kan ik dus de belangrijkste post-its die ik op heb hangen, kan ik op mijn maandbord inplannen. Zodat ik duidelijk en gestructureerd weet, die dag doe ik dat en die dag doe ik dat. En op die manier, kijk, want met het alleen werken met post-its krijg je soms het gevoel dat je heel veel moet doen. Dan denk je, oh, ik moet dit nog doen en dit, en dan kom je in die gestresste staat terecht. Maar op het moment dat jij het kan inplannen en zegt, oh, weet je, dit is niet heel erg belangrijk, dit kan volgende week nog wel, dit kan ik volgende week nog doen, kan je het ook loslaten en plan je het gewoon in voor volgende week. En omdat het staat ingepland, weet je, oh, dat komt wel goed. En kun je dat loslaten, zodat je niet die stress ervaart van, oh, ik moet nog zoveel doen, maar staat het rustig ingepland bij een bepaalde dag. Dus dat is eigenlijk het tweede. Dus eigenlijk heel simpel. Dus, misschien een leuke tip, want een paar maanden geleden ging ik op zoek naar zo'n planbord en ik zag dat ze verschrikkelijk duur waren. Misschien zeg je wel, ja, ik wil ook niet veel geld betalen aan een planbord. Wil ik graag een tip geven waar je goedkoop kunt krijgen, want dat is misschien wel leuk. Ga naar amazon.co.uk, dus de Engelse Amazon. Heb je een maand van die oprolbare, van die eigenlijk gelamineerde maandplanborden waar je met zo'n stift op kan schrijven. Kun je met punaises aan de muur hangen en daar kun je alles op schrijven. En het heeft mij volgens mij nog niet eens €10 gekost om dat te bestellen en inclusieve zendkosten. Dus ja, het liefste heb ik dat je meteen dit gaat toepassen. Dus dat je ook een maandbord gaat bestellen. Dat je dat gaat gebruiken. Mocht je er nog geen een hebben. Maar ga naar Amazon en koop daar gewoon een goedkoop maandbord. Dus je hebt geen excuus om er niet aan te schaffen, omdat het maar een tientje is. Maar dat is eigenlijk de tweede stap. Dus eerst gaan werken met de poses. Wat moet ik doen? De tweede is, hoe ga ik door te gaan inplannen? De derde stap. Is eigenlijk een onderdeel ook van de tweede, maar is om alleen maar te gaan werken met thema's. En dit is waar de focus echt belangrijk wordt, is dat je per dag 1 en maximaal 2 thema's inplant op je maandbord. Op die manier vat je eigenlijk dingen samen, die je dan gefaseerd kan doen, zou ik maar zeggen. Dus als je zegt, ik moet bijvoorbeeld mijn administratie doen, is dat veel effectiever om dat op 1 dag allemaal te doen, in plaats van vandaag een klein stukje, morgen een klein stukje en overmorgen een klein stukje. Maar plan echt 1 of maximaal 2 thema's per dag die je die dag gaat doen. 1 of 2 taken, maar een aantal taken. Dus heel veel mensen die willen multitasken, die willen heel veel dingen tegelijkertijd doen. En omdat ze denken dat ze dan heel effectief bezig zijn, maar als je dan eigenlijk kijkt aan het einde van de dag, vaak is er helemaal niet zoveel gebeurd. En is er niet zoveel gedaan. En is je business ook niet gegroeid. Maar op het moment dat je heel specifiek je focus hebt en 1 thema per dag inplant. En daar echt mee aan de slag gaat. Zul je vaker 's avonds even uitrusten en zeggen tegen jezelf. Oh, weet je, ik heb dit vandaag gedaan. Ik heb dit en dit afgekregen. En ik ben gegroeid in mijn business. En dit kan zoiets zijn als administratie. Of misschien heb je klanten die je wil bellen. Follow-up gesprekken, of misschien moet je verslagen schrijven. Of als je internetondernemer bent, wil je misschien blogartikelen schrijven. Doe dat dan allemaal op 1 dag in plaats van vandaag 1 en morgen 1. Dat het veel effectiever gaat zijn. Nou, dat is eigenlijk het volgende stukje. En dan wil ik het. Ik wil het nu eigenlijk steeds meer iets gaan specificeren en steeds gedetailleerder maken. En de vierde stap is om te gaan werken in blokken van tijd. Wat ik zelf doe, en er is ook onderzoek naar gedaan, ons brein kan zich maar een bepaalde tijd focussen op een bepaald onderwerp. En dus op het moment dat je te lang ergens aan gaat zitten, dan raakt je brein gewoon afgeleid. En je kunt eigenlijk maximaal 90 minuten met 1 taak bezig zijn. Dus wat ik doe, is dat ik elke dag maak ik een planning, of eigenlijk elke avond maak ik een planning voor de volgende dag. Om aan de slag te gaan met bepaalde dingen. En ga ik in blokken van tijd werken. En die blokken die hebben weer betrekking op mijn thema. Dus als mijn thema is bijvoorbeeld een blog schrijven voor Train Your Brain. Plan ik bijvoorbeeld eerst 1 uur in een blok van 1 uur.
om het eerste blog te schrijven. Dan neem ik even pauze, neem ik weer een uur de tijd om het tweede blog te schrijven. En zo kan ik dat, misschien wil ik 3 blogs schrijven, doe ik dat 3 keer op een dag. Dat is dan mijn hoofdthema. Maar dan zit ik een uur lang gefocust alleen aan dat onderwerp, aan dat thema in dat blok. En dit is het allerbelangrijkste. Ik zorg ervoor, tijdens dat uur, dat ik niet word afgeleid. Dus dat ik alleen maar daarmee bezig ben. Dus wat betekent dat? Ik zet mijn mobiel uit. Ik controleer niet mijn e-mail. Ik zet alle geluidjes uit van de telefoon. Ik zorg dat ik op een rustige plek zit. En dat ik echt de focus heb dat 1 uur op dat onderwerp. En ik weet zeker dat op het moment dat je dit gaat toepassen, alleen dit al, dan ga je ontzettende resultaten gaan zien. Omdat je niet meer wordt afgeleid, maar echt gefocust met de dingen bezig bent die je wilt doen. En betekent dat je dan nooit meer op Facebook mag, of niet meer op Twitter, of je telefoon niet meer mag checken? Natuurlijk mag dat, maar zorg ervoor dat je ook blokken van tijd inplant, dat je dat doet. Dus dat je wel je Facebook aan mag, of dat je gewoon ook ontspanning hebt. Dus je kunt ook blokken van tijd voor ontspanning inplannen. Dat je zegt, ik ga lekker lezen, of ik ga mediteren, of ik ga wat anders doen, wat jij onder ontspanning verstaat. Ik ga lekker sporten, dat is ook belangrijk. Dus dat is het eigenlijk. En om direct naar de laatste toe te gaan, en dat is wat ik heb gemerkt wat heel goed werkt, is om jezelf ook een deadline te stellen. Want vaak is het zo, en dan kan ik bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld van geven tijdens mijn studie, dat is ongeveer 4 jaar geleden, heb ik biomedische wetenschappen gestudeerd en neurowetenschappen, dus alles met het brein. En wij moesten een artikel lezen. Nou, normaal gesproken, als ik in de bieb zat, las ik er 2 per dag. Maar we hadden nu een halve dag de tijd om niet alleen een artikel te lezen, maar ook heel kritisch naar te kijken. Dus eigenlijk de fouten die de wetenschapper heeft gemaakt, om die eruit te halen. Dus dat betekent dat je heel kritisch naar iets moet kijken, maar daar direct een presentatie van te maken en dat te presenteren voor de groep. En toen ik die opdracht hoorde, dacht ik, nou, dit is bizar, want dit gaat nooit lukken, want dit is veel te kort tijd. Hier heb ik 2 weken voor nodig. En als ik 2 weken had gehad, dan had ik het zeker afgekregen. Maar omdat ik nu een hele korte deadline had, ben ik super effectief gaan werken. En had ik wel binnen die 3-4 uur, hadden wij een presentatie die wij konden presenteren voor de groep. En dit is denk ik een heel goed voorbeeld voor de meeste mensen. Die denken, ik heb bijvoorbeeld een week de tijd nodig voor iets, of ik heb een hele dag de tijd nodig. Maar zet jezelf de deadline is van, ik heb hier 1 uur of 1,5 uur de tijd voor. En kijk wat je ermee doet. En dan zul je zien dat je veel effectiever werkt. Dus daarom is het belangrijk om niet tegen jezelf te zeggen van, oh ja, dit krijg ik vandaag wel af, of misschien morgen. Maar jezelf een deadline te stellen van, over 2 uur moet dit af zijn. En ja, daar ga je daar ook echt aan houden. En hoe je dat kunt doen is door bijvoorbeeld een kookwekker te zetten, of een timer van je mobiel, of wat dan ook, dat het ook echt af moet zijn dan, binnen dat blok waar je in werkt. En je zult merken dan, als je dat gaat doen, dat je veel effectiever gaat werken, en dat je ook dat je je brein aanzet om op zoek te gaan naar de meest effectieve methode. Van, hoe kan ik dit het meest effectief doen? En zeg ook, wat ik bijvoorbeeld ook doe, is dat ik blokken van tijd voor mijn e-mail inplan. Want soms als je je e-mail inplant, dan krijg je natuurlijk bij Training Brain heel veel e-mails. En ik kan daar zomaar een hele dag aan besteden. Maar ik wil ook nog andere dingen doen natuurlijk, want ik wil niet alleen maar e-mails beantwoorden. Dus ik zet ook blokken van tijd om mijn e-mail te beantwoorden. Omdat ik het dan veel effectiever ga doen, en dan ga ik de belangrijkste e-mails eerst doen. En als ik dat niet doe, dan raak ik gewoon verzeld en dan ben ik daar een half of een hele dag mee bezig. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En ik denk dat, misschien heb je dat zelf ook wel als ondernemer, dat je heel veel e-mails binnenkrijgt. En dat je misschien er wel gek van wordt. Maar zorg er ook voor dat je dan maar bepaalde tijd aan besteedt. En het beste zelfs is nog om eigenlijk maar 1 keer, maximaal 2 keer per dag je e-mail te controleren. Omdat er zijn zoveel mensen die op zoek zijn. Steeds weer op zoek naar nieuwe e-mails eigenlijk. En blijven controleren en blijven verversen en blijven vervangen. Eigenlijk alleen maar om het e-mail controleren. Om te kijken van, oh, is er nog iets binnengekomen of wat dan ook. Dus dit zijn eigenlijk de 5 stappen die
Sinds ik ze gebruik, merk ik een wereld van verschil. Niet alleen dat ik veel effectiever werk, maar dat het veel gestructureerder in mijn hoofd is. Dat ik ook, ook veel meer rust heb, omdat ik dingen kan loslaten. Omdat ze op mijn planbord staan. Omdat ze daar zijn. En daar kan ik ze ook laten. Ze hoeven niet de hele tijd in mijn hoofd te zitten. En ik hoop dat dit jou ook kan helpen om te gaan gebruiken. Zodat je zelf ook meer structuur kunt creëren. Maar ook meer rust in je werk. Want ik denk dat er gewoon de ondernemers van deze... omdat er zoveel mogelijkheden zijn. En kijk, vroeger ging je bij een bedrijf werken. En had je specialisten. Dan de ene deed de website, de ander deed de administratie. En nu heb je dat nog steeds wel. Maar kleine ondernemers die hebben de neiging om heel veel zelf te doen. En dat is natuurlijk ook het makkelijkste. En je kunt ook alles opzoeken. Maar het kost heel veel tijd. En je moet heel veel snel kunnen schakelen. En ik denk voor veel mensen is dat heel lastig. Of mensen die ik tegenkom in gesprekken, die vinden dat lastig om te doen. En door middel van deze structuur toe te passen, kun je voor jezelf gewoon een hele duidelijke overzicht krijgen van hoe jij je business neer wilt zetten en op die manier effectief kunt laten groeien en sneller kunt groeien en sneller naar dat volgende niveau toe gaan. Zijn hier verder vragen over? Want dan ben ik blij om ze te beantwoorden. Als je zegt van hoe kan ik dit of dit doen? Ik hoop dat ik het zo praktisch mogelijk heb uitgelegd. Zoals ik al zei, dat je het zelf kunt gaan toepassen. Dat je het niet alleen maar... Dat ik het niet alleen maar vertel nu, maar dat je ook echt aan de slag gaat. Dat je bijvoorbeeld, mocht je nog post-its in huis hebben, of mocht je ze niet in huis hebben, dat je ze dan morgen gaat halen. En dat je een planbord bestelt, en dat je met thema's gaat werken, en in blokken van tijd, en dat je misschien je kookwerker erbij pakt, of je alarm op je mobiele telefoon, en zegt, ik ga met deadlines werken. Want ik denk ook op het moment dat ik het praktischer uitleg, dat het voor jou duidelijker overkomt en dat je dan ook gaat toepassen. En ik hoop dat je dat ook inziet. Even kijken, er zijn nog wel wat vragen binnengekomen. Als je met meerdere op kantoor werkt, is het lastig om niet afgeleid te worden door anderen. Dat is inderdaad zo. En dat kan lastig zijn. Dat kan ook een uitdaging zijn. Omdat er zijn kantoren die hebben een hele open werkomgeving. Ik ben een keer bij Tele2 op het kantoor geweest. En daar zijn geen muren. Daar zit iedereen in één ruimte. Nou, die mensen worden de hele tijd dus afgeleid. Wel heel inspirerend, maar er is niet echt focus. Of je kunt niet ontspannen en geconcentreerd werken. Maar je kunt wel dingen... Dus je hebt niet alles in de hand, maar je kunt wel dingen in je eigen hand nemen. Zoals je deur dicht doet. Dat niet iedereen die even naar binnen kijkt ook een praatje met je gaat maken. Of probeer gewoon zoveel mogelijk je eigen ding te doen. En ook, je wil natuurlijk ook contact met je collega's, dat je dat ook houdt. Maar ik denk dat je ook best wel assertief naar je collega's mag zijn. Van, weet je, sorry, ik ben nu aan het werk, nu heb ik geen tijd. Nu ben ik dit aan het doen en straks kan ik wel even langskomen. En dat je daar heel duidelijk in bent. Want anders word je gewoon gecontroleerd door de mensen om je heen. En kom je gewoon niet toe aan de dingen die je eigenlijk wilt doen. En dat is dus bijvoorbeeld met collega's en zo is dat ook met allerlei andere dingen, zoals je mobiele telefoon en e-mail en zulke soort dingen. Nog een vraag. Van Monique, hoeveel tijd moet je nou rust nemen? Als je in langere blokken werkt, bijvoorbeeld van een uur of 90 minuten, zou ik ongeveer een kwartier pauze nemen. Dus dat je even of thee gaat zetten, of even naar de wc, of even wat doet. Omdat je brein dan even kan uitrusten. Als je bijvoorbeeld wat kortere blokken hebt, zou ik wel, bijvoorbeeld van een half uur, zou ik gewoon even weg zijn van mijn werkplek. Dus even naar de wc, wat thee, of gewoon even wat doen, wat anders doen. Zodat je brein zich kan ontspannen. En dat heeft ook te maken met, zeker als je informatie gaat opnemen, dus als je bijvoorbeeld een boek gaat lezen, dat op het moment dat jij informatie opneemt, is je brein natuurlijk bezig om die informatie op te slaan. Maar op het moment dat je ontspant en dat je even rust neemt, dan worden die neuronetwerken in je brein, dus die zenuwbanen, zeg maar zeggen, die worden nog een keer versterkt. En er is ook onderzoek gedaan dat eigenlijk een curve, die loopt nog een heel klein beetje door, omhoog, nadat je bent gestopt met leren. En dat heeft ermee te maken dat je brein, die heeft die rust even nodig om de informatie echt te integreren. Dus dan kun je gewoon bij kortere blokken kun je een pauze van 5 minuten nemen. Maar ik zou minstens bij lange blokken minstens een kwartier doen.
10 minuten, een kwartier, dan ben je ook gewoon even ontspannen en dan zit je ook niet de hele tijd op dezelfde plek, maar dan krijg je brein ook wat meer input vanuit de omgeving. Want daar is je brein ook heel erg gevoelig voor. Dus dat is eigenlijk de focus. En even kijken hoor. Dan wil ik eigenlijk ook direct naar de vraag- en antwoord sessie. En ik ga ook direct even op mijn e-mail kijken of er vragen zijn. Maar kijk, mocht je een specifieke situatie hebben in jouw werk, of zeg je van nou, hoe kan ik dit beter structureren? Hoe kan ik dit effectief doen voor mijn onderneming? Of als je vragen hebt, dan hoor ik ze graag via de chat of e-mail. Ik kijk heel even via in mijn e-mail wat er binnenkomt. Ja, ik zie wat van mensen binnenkomen, dat sommige mensen wat last hebben met de internetverbinding, die kunnen het niet goed volgen. Mocht dat zo zijn, dan komt de herhaling komt morgen ook op het blog te staan. Dus daar zal ik een mail over sturen, maar die kun je gewoon nakijken. Mocht je bijvoorbeeld een lage internetverbinding hebben, of mochten er te veel mensen in het webinar zitten, dan kun je het gewoon nakijken morgen. Kijk, via de e-mail heb ik, even kijken, nee, op het moment heb ik via de e-mail geen dingen. Ja, de langere vragen, zoals ik al zei, die zal ik straks wat uitgebreider beantwoorden. Kijk, ik zie dat er nog wat mensen aan het typen zijn. Ja, superstudiemethode, zal ik zo iets meer over vertellen, Annie. Waar je dat kan vinden en wat je daarmee kunt doen. Klopt dit, snel lezen kan slechts beperkte tijd, 20 minuten, aangezien het zeer intensief is. Ik vind het eigenlijk apart dat Tijdwinst dat zegt, want zij geven volgens mij ook snelleestrainingen. Maar het is niet mijn ervaring dat je maar 20 minuten kunt snel lezen. Ik lees vaak genoeg, lees ik een uur. Meestal niet langer, want als je het te lang doet, dan wordt je brein ook zit die vol. En dan heeft het ontspanning nodig, wat ik net zei, in die blokken van tijd. Maar op het moment dat je dan weer even ontspant, kun je ook weer informatie daarna beter oppikken. Dus het is niet mijn ervaring dat je maar 20 minuten kunt snel lezen. En ik vind het woord zeer intensief. Ik weet niet wat tijdwinst voor technieken gebruikt, maar snellezen is eigenlijk niet heel intensief. Want op het moment dat je alleen de basis gaat gebruiken, dus alleen de pointer, kan het heel intensief zijn. Omdat je, en misschien als je een gestreste houding hebt, als je denkt, misschien is dat de associatie van mensen, als ik snel ga lezen, dan moet het snel, en dan word ik gestrest. Maar juist de technieken die wij leren, is om juist meer te ontspannen, tijdens het lezen. En dus dan is het, ja, het is wel intensief, maar het is niet eer intensief dat het op zo'n manier dat het gespannen is, dat het moeite kost. Het is juist, ja, ik zeg altijd, we willen mensen helpen om moeiteloos te gaan studeren. En dat betekent niet dat je er één keer naar kijkt en dat je alles weet, maar dat het je makkelijk afgaat eigenlijk. En ik kan het niet delen, die ervaring. Dus ik lees zelf vaak veel langer dan 20 minuten. Omdat ik meestal met lezen gebruik ik zelf een blok van 1 uur. Even kijken. Kan je met voeding nog een en ander positief bijsturen tijdens het werken? Zeg geheugenstimulerende snacks. Ja, voeding. Voeding is eigenlijk mijn tweede passie. Dus ik kan heel lang over voeding praten. Maar er zijn een aantal belangrijke dingen waar je op moet letten. En het eerste is eigenlijk gewoon gezonde natuurlijke voeding. Dus groente, fruit, genoeg vitamine, mineralen, dat je die voldoende binnenkrijgt. Dat is eigenlijk het belangrijkste qua voeding. En de tweede is water. Want er is onderzoek gedaan dat op het moment dat jij 5% te weinig water in je lichaam hebt, is je concentratievermogen al 20% minder. Dus dat is natuurlijk enorm veel.
Dus zorg ervoor wel dat je altijd genoeg water drinkt, voordat je ja, gewoon gedurende de dag om überhaupt optimaal te functioneren. Daarnaast is het eigenlijk, zijn er algemene dingen zoals suiker, want suiker heeft een heel erg stimulerend effect, maar zal er daarna voor zorgen dat je een dip krijgt. Dus eet niet te veel suiker. En daarnaast, en dat is misschien wel goed om bewust van te worden, wat ik best wel een schok vond, is dat er bepaalde E-nummers zijn die best wel een nadelige werking hebben op je brein. En met name E621. En ja, E621, als je dat gaat opzoeken dan op het internet, dan schrik je helemaal wild wat er allemaal mee gebeurt en wat het allemaal doet. En het heeft ook veel verschillende namen, want het heet ook wel eens MSG, dus mononatriumglutamaat, of maltodextrine. En ja, als je gaat zoeken, dan vind je dat het bijna letterlijk je brein opvreet. Dat het niet echt goed is. En dat E-nummer is vaak te vinden in pakjes. Dus van die, het is een smaakversterker en het is vaak te vinden bijvoorbeeld in van die pakjes soep. Of het is te vinden op chips. Of in kruiden soms. In van die kruidenmixjes van bijvoorbeeld shawarma-kruiden of saté-kruiden is het in te vinden. Dus daar zou ik wel heel erg op letten. En je kunt gewoon even kijken. Ja, Jan, dat is inderdaad vetsin. Vetsin is precies hetzelfde als E621. En dat is, ja, ik let er tegenwoordig altijd op. Als het erin zit, als ik iets lekker vind en ik kijk achterop en ik zie dat het erin zit, dan koop ik het gewoon niet. Omdat, ja, kijk, ik ben natuurlijk heel erg met mijn brein bezig. Misschien vind je het zelf overdreven, maar ja, ik ben daar wel mee bezig omdat ik het gewoon het beste uit mijn brein wil halen. En dat is heel kort qua voeding. Er zijn nog wel wat specifiekere dingen. Ja, bijvoorbeeld citroensap is goed. En eigenlijk alles wat goed is voor je lichaam is vaak ook goed voor je brein. En ja, er zijn heel veel tegengestelde dingen over voeding. De een zegt je moet alleen koolhydraten eten, de ander eiwitten. Dus aangezien ik niet echt een expert daar op dat gebied ben. Ik weet er wel veel van, maar ik zou mezelf geen expert noemen. Ga ik daar niet te diep op in. En daar kun je natuurlijk urenlange discussies over voeren, over voeding. Even kijken, Armando zegt nog, je gaf net aan dat er software is voor de geleiding en focus tijdens het lezen op je beeldscherm. Heb je daar tips voor? Nou, er is een gratis software die heet Spreeder. Spreeder.com kun je naartoe gaan. Daar kun je een bepaalde tekst intypen. En of eigenlijk inplakken en dan verschijnt woord voor woord verschijnt de tekst en dan kun je de snelheid kun je instellen. Dus dat is een hele leuke tool en die is gewoon gratis. Er zijn ook software om je oogspieren te trainen, zoals je hebt Ace Reader of iReader Pro, IQ, er zijn er heel veel. Eén is beter dan de ander. Daar kun je, ja, bijvoorbeeld in de online thuisstudie hebben we wat linken daar naartoe staan, maar je kunt ze zelf ook even opzoeken op internet, als je bijvoorbeeld iMovement software opzoekt. Maar die zijn meestal wel betaald en Spreeder is de enige gratis software die ik op dit moment weet. En er zijn zelfs ook nog iPad of voor je iPhone zijn er apps die je kunt gebruiken om om sneller te lezen. En bij sommigen heb je bijvoorbeeld een rood bolletje wat zo over de, net onder de tekst meegaat, net als je pointer. En bij sommigen laten ze inderdaad, net als bij Spreeder, alleen de woorden zien. En bij sommigen zit er weer zit er een training in waarbij je oogspieren kunt trainen. Dus dat is heel erg uitgebreid. Dus dat, ja, en heel erg verschillend. Dus daar, je kunt naar verschillende dingen kun je zoeken. Oké, super. Even kijken. Lars vraagt nog hoeveel procent water moet je hebben in je lichaam? Of is dat een gekke vraag? Nee, dat is geen gekke vraag. Nou, je lichaam bestaat uit 2/3 aan water. Of ongeveer 2/3. Dus je zou zeggen dat je lichaam uit 2/3 moet bestaan. Ja, exacte hoeveelheid durf ik, ja, vind ik moeilijk aan te zeggen. Maar vaak, het is in ieder geval minder erg om te veel te drinken dan te weinig te drinken. Je kunt beter iets te veel drinken dat je het weer uitplast. En dat er ook afvalstoffen worden meegevoerd dan dat je te weinig drinkt. Omdat je dan heeft het gewoon effect op je concentratie en ook op andere dingen. Eigenlijk op je hele lichaam, omdat je lichaam dus moet functioneren met water. Maar je brein bestaat zelfs uit 90 of 95% uit water.
Dus voor je brein is het extra belangrijk om genoeg water te drinken, omdat het ja, eigenlijk alleen maar uit water bestaat. En allerlei neuronen, maar er zit zoveel vloeistof in je brein, dat het gewoon niet zonder water kan. Dus nee, meer dan 2 liter kan geen kwaad per dag. Die app met het rode bolletje. Ik weet het niet uit mijn hoofd, sorry. Dus als je die wil weten, Wouter, zou je me even kunnen mailen. Dan kan ik het even voor je opzoeken. Maar die weet ik nu niet uit mijn hoofd exact welke dat is. Iets met, je kan bijvoorbeeld speed reading of reading of rapid reading intypen. Dan krijg je waarschijnlijk wel een paar apps. Maar ik kan even voor je kijken. Ja, Annie, dat is een goede. Het drinken van alcohol, koffie of thee tellen toch niet mee? Nee, inderdaad. Alcohol en koffie tellen sowieso niet mee bij je vochtinhoud. Zou ik zeggen hoeveel vocht je binnenkrijgt. Omdat koffie juist water onttrekt van je lichaam. Ja, en alcohol hoef ik volgens mij niet eens uit te leggen. Thee eigenlijk ook niet, maar dat ligt een beetje aan wat voor thee. Volgens mij, als je groene thee drinkt, is dat wel weer goed. Want er zit ook een stofje in groene thee dat heet L-theanine. En dat verbetert ook je concentratie. Dus dat is sowieso wel goed om te drinken. En ik drink zelf heel veel thee per dag. Maar dan alleen de meer natuurlijke thee, vooral groene thee of witte thee. Witte thee bevat ook veel theanine. Wat goed is voor je brein en voor je concentratie om je te concentreren. Ja, te veel water, ja, dat is een hele goeie hoor. Want te veel water kan wel kwaad. Dus ik wil niet zeggen dat je heel veel water moet drinken. Want dan wordt je bloed inderdaad verdund. En op een gegeven moment wordt de... dat is heel wetenschappelijk. Maar je rode bloedcellen, dat heet osmositeit, wordt zoveel water in opgenomen dat ze geen zuurstof meer kunnen opnemen. Dus op het moment dat je heel veel water in je omloop hebt, zal je bloed minder zuurstof kunnen transporteren. Dus te veel water kan zeker kwaad, maar meer dan 2 liter sowieso niet. Dat is pas bij de 4, 5 liter volgens mij dat echt gaat spelen. Maar ik denk dat de meeste mensen ook niet zoveel drinken en ook wel kunnen aanvoelen. Het is ook, ja, ik denk dat je voor jezelf het beste kan aanvoelen of je vocht nodig hebt of niet. En als je daarbij blijft, en als je niet in extreme water dat te veel gaat drinken, dan is dat gewoon prima. Oké, dus ik weet niet of er verder nog vragen zijn. En dan, want dan wil ik wil eigenlijk nog iets vertellen over, er waren wat vragen over de superstudiemethode. Hoe kan ik daar nou achter komen? Of hoe kan ik daar nou mee omgaan? En ik wil kort nog wat vertellen bijvoorbeeld over het breinseminar. Want eigenlijk de vraag die ik aan je wil stellen is, van ben jij een persoon, want ik hoop dat de informatie die je hebt gekregen, dat die waardevol is. En dat je zegt van, nou weet je, dat kan ik gebruiken. En ik zie in dat mij naar het volgende niveau kan brengen. En ik vraag me af of jij de persoon bent die je business echt sneller wil laten groeien. Door niet alleen supersnel informatie te verwerken. Maar ook dat op een manier te doen dat je het echt gaat gebruiken. En dat je echt in actie komt. En dat je niet alleen heel veel informatie weet, maar het niet toepast. Maar dat je het echt gaat gebruiken door die focus te behouden en te krijgen. En daarom wil ik je uitnodigen om naar het breinseminar te komen. Kijk, dit is natuurlijk maar, we zijn nu na 1:40 bezig. Kan ik je niet alles uitleggen op het gebied van breintraining. Maar tijdens het breinseminar gaan wij met een groepje mensen, gaan we 2 dagen zitten. En dan kan ik je al deze technieken stap voor stap uitleggen. En dan kan ik je bijvoorbeeld ook exact uitleggen hoe de superstudiemethode werkt. En hoe je in 7 simpele stappen super effectief gaat studeren. En het heet dan de studiemethode, maar de superstudiemethode is niet alleen een methode om effectief te studeren, maar ook om ook businessplannen op te stellen of om überhaupt informatie te verzamelen en onderzoekjes te doen om een nieuw project op te zetten of om een bedrijf op te zetten om gewoon sneller te groeien. En Ik wil kort aangeven, want ik denk dat het wel waardevol is dat je denkt van, nou weet je, dat lijkt mij superleuk.
En anders was je ook niet naar het webinar toegekomen natuurlijk. Wil ik heel kort aangeven, nou, wat gaan we nou behandelen en wat kun je nou verwachten tijdens die 2 dagen? Want wat kan jou helpen naar het volgende niveau te komen? En het eerste is dat we eigenlijk mensen, ik wil mensen een basis geven om, dat is heel kort, om een basis te geven. Wat zijn de basisprincipes hoe je brein überhaupt werkt? En hoe verwerkt jouw brein informatie op een manier die jij kunt gebruiken, zodat jij sneller informatie kunt verwerken en meer mensen kunt bereiken, meer informatie kunt opnemen en slimmer kunt gaan werken in plaats van harder gaan werken. Want ja, op een gegeven moment kunnen we gewoon niet meer harder werken op dit moment, omdat er al zoveel informatie is en we hebben al zoveel te doen. We moeten wel op zoek naar manieren om slimmer te gaan werken. En hoe kun je dat nou precies doen? En dat is eigenlijk een rode draad die gedurende het seminar de hele tijd terugkomt en die we gaan integreren. Want zoals ik al zei, vind ik het is heel leuk als ik dingen vertel, maar ik wil meer dat ik vind het belangrijk dat mensen dingen gaan ervaren. Want op het moment dat jij dingen gaat ervaren, ga jij dingen ook toepassen op het moment dat jij op de werkvloer komt straks. Of dat jij echt gaat ondernemen. Op het moment dat ik jou alleen maar iets uitleg, dan is het wel leuk dat je het weet, maar dan is de kans heel erg klein dat je er daadwerkelijk mee aan de slag gaat, omdat je het niet hebt ervaren, dat je niet exact weet hoe het moet. Dus daarom gaan we gewoon heel veel oefeningen doen en gaan we alles integreren in de praktijk. En we hebben eigenlijk een aantal stappen en die stappen samen, die komen terecht bij de superstudiemethode, want daar is alles op gebaseerd en daar werken we eigenlijk alleen maar naartoe. En één daarvan is om supersnel informatie te verwerken. Dus bijvoorbeeld door de techniek die ik je net heb geleerd met het snel lezen. Ik heb verteld hoe je makkelijk kunt verdubbelen. Dus van ongeveer 200 waarschijnlijk naar 400. Maar hoe kun je nou met meer dan 1000 woorden per minuut lezen? Dus hoe kun je 5 keer zo snel gaan lezen in plaats van het verdubbelen? Wat ook al heel waardevol is. Maar hoe waardevol zou het zijn om het 5 keer zo snel te doen? Nou, we bespreken bijvoorbeeld stappen zoals de 5 stappen van de dynamisch is om niet alleen boeken snel te lezen, maar hoe kun je een e-mail snel lezen, hoe kun je verslagen, rapporten snel lezen. Allemaal van zulke soort dingen. En hoe kun je dat niet alleen doen door het sneller te doen, maar ook met een hoger tekstbegrip. Want dat is natuurlijk belangrijk. Het gaat jou niet om het lezen van de informatie, maar het gaat jou erom, hoop ik, dat je een tekst leest, dat jij er iets uit kunt halen wat je kunt gebruiken in jouw leven, waardoor niet alleen jouw leven waardevoller wordt, maar ook het leven van de mensen die jij wilt bereiken met je onderneming of met jouw bedrijf. En nou, hoe kun je dat geconcentreerder doen? En uiteindelijk zijn er eigenlijk maar 4 dingen, de 4 geheimen van het snel lezen, die belangrijk zijn om super effectief informatie te verwerken. Nou, daar gaan we heel veel oefeningen mee doen. En daarmee geïntegreerd gaan we dus niet alleen informatie sneller lezen, maar gaan we echt heel veel oefeningen doen met mindmappen. En soms zeggen mensen wel eens, als feedback geven ze ons, ja, ik vond het mindmappen best wel veel. Maar het mindmappen is essentieel om vaak en vaak te herhalen en te doen. En zoals ik al zei, je moet eigenlijk minstens 50 mindmaps maken om het echt te integreren en te begrijpen, zodat je het effectief kunt toepassen. Dus we hebben niet de tijd om er 50 te maken in die 2 dagen, maar we gaan ontzettend veel aan de slag om mindmaps te maken, zodat jij op het moment dat jij straks zelf aan het werk bent, dat je exact weet waar je een mindmap voor kunt gebruiken en hoe jij het kunt toepassen en hoe jij de voordelen eruit kunt halen. En dat jij gewoon die volgende stap kunt maken. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En ja, kijk, hier staan allemaal leuke feitjes van Tony Buzan die zegt dat het je geheugen verbetert met een factor 5. En dat zijn allemaal leuke bijkomstigheden, maar ik wil gewoon dat je weet dat we toewerken naar een 1 groot platform, en dat is dus de superstudiemethode, om gewoon als ondernemer supersnel informatie te kunnen verzamelen die jij kunt gebruiken en in je brein kunt integreren, zodat jij sneller stappen kunt maken als ondernemer. Dus meer mensen kunt bereiken en ook meer geld kunt verdienen als je dat wilt en gewoon die voorsprong te hebben op je concurrenten. Nou, dit is denk ik het meest waardevolle, een beetje een wow effect, wat wij in het breinseminar doen, is dat wij een oefening gaan doen om een compleet, of eigenlijk geen oefening, maar ik laat jullie methode zien door een heel boek in slechts 1 uur te lezen. En misschien denk je nu van ja, maar dat kan helemaal niet, dat geloof ik helemaal niet. En dat is exact de reacties die ik ook heb gekregen in
in het seminar, dan denken mensen, ja, hoe moet ik dit aanpakken? Dan laat ik ze even struggelen met, van, ja, hoe moet dat nou? Maar dan geef ik ze, na die 2 minuten struggelen, zeg ik, nou jongens, stop, ho. Ik ga jullie nu 7 stappen laten zien. Dus de superstudiemethode, hoe je in 1 uur een heel boek kan lezen. En dat is niet alleen het lezen, maar dan hebben ze in 1 uur hebben ze een complete mindmap van het totale boek gemaakt. En kunnen ze vertellen waar het boek over gaat. En dat is gewoon, dat vind ik super. En daar hebben we hele goede feedback op gekregen. En die kun je ook zien op de website. Mensen hebben wat reacties achtergelaten. En dan begrijp je wel dat als je dat een boek in 1 uur kan lezen, dat je met gemak 5 tot 10 boeken per week kunt lezen. Want als je elke dag 1 uurtje gaat zitten, kun jij gewoon 5 boeken per week lezen. En het ligt natuurlijk aan hoeveel tijd je inplant daarvoor. Maar ik denk, door 1 uur, sowieso denk ik al dat je 1 uur per dag als ondernemer moet vrijmaken om te groeien. En om naar het volgende niveau te gaan en om nieuwe dingen te leren. Maar als je 1 heel boek kan lezen en de belangrijkste informatie eruit kan halen die jou kan helpen. Ga je veel sneller groeien. Ga je veel sneller vooruit. En dat is eigenlijk een superstudiemethode. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat waar mijn passie ligt. En ook die van Sven om naartoe te werken. Omdat dit gewoon de meest effectieve methode is die ik ken om informatie te verwerken op dit moment. En dan wil je natuurlijk ook dat je de informatie kunt onthouden. En sommige mensen die zeggen wel eens, nou, ik heb last van mijn geheugen. Hoe kun je die dingen nou onthouden? Hoe kun je belangrijke informatie die jij moet weten, hoe kun je die nou onthouden en in je geheugen plaatsen? Dat bijvoorbeeld als jij een presentatie geeft of een training of een salespraatje of wat dan ook, wat voor informatie je ook maar moet onthouden, dat jij die gewoon kunt onthouden en dat je die stap voor stap kunt opnoemen en terug kunt halen vanuit je geheugen. En niet alleen belangrijke data, maar ook cijfers bijvoorbeeld of namen, want zeker in, denk ik als eigen ondernemer, is het heel erg waardevol om namen te onthouden, want op het moment dat jij een jaar iemand niet hebt gezien en jij weet zijn naam nog, dan laat jij gewoon een wow-effect achter bij die persoon. En dat is enorm waardevol als jij, heb je meteen al meer een band met die persoon dan als je zegt van, oh ja, sorry, ben je naam vergeten. En dat is een hele waardevolle skill die je als ondernemer kunt hebben. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste punten die we gaan behandelen. Het zijn 2 dagen, het is heel intensief. Maar ik wil, kijk, op het moment dat je zegt, ik wil gewoon het breinseminar bijwonen, want ik denk dat het heel waardevol is voor mijn onderneming. En om sneller te groeien. Wil ik in één ding wil ik heel duidelijk hebben. Want kijk, er zijn heel veel bedrijven die ongeveer hetzelfde als wij doen. Die zeggen, we gaan snelleestrainingen geven, mindmappen, geheugentechnieken, time management en zulke soort dingen. Maar er is 1 ding wat vaak wordt vergeten, is dat leren, dat lukt niet in 1 dag. Je hebt herhaling nodig. En er is zelfs wetenschappelijk aangetoond dat op het moment dat jij een training doet, en 2 weken later gaan ze jou vragen wat je nog weet, dan weet je nog slechts 20% van die informatie. Dat is natuurlijk zonde, niet alleen van je tijd, maar ook van je geld, wat je hebt geïnvesteerd. Omdat je eigenlijk 80% hebt weggegooid. En vaak is het zo dat je naar een training gaat en aan het einde schudden ze je hand en dan is het afscheid nemen. En dat was het dan. Maar bij ons wil ik aangeven dat het totaal anders is. En dat je een commitment eigenlijk aangaat om gewoon levenslang te leren. En wat we hebben gedaan is op het moment dat je zegt, nou, ik wil het breinseminar bijwonen, dat je niet alleen een 2-daagse training krijgt. Maar eigenlijk, dus een levenslang commitment dat wij jou ook helpen. Als jij dat commitment aangaat, want ik wil groeien, geven wij dat commitment aan jou om jou te helpen op de momenten dat jij vastloopt. En niet alleen tijdens de training, maar op het moment dat je naar een training van ons toekomt, het breinseminar, dan krijg je ook toegang automatisch en gratis tot de online Training Brein Thuis. Nou, vanaf december hebben we een hele nieuwe versie. Dus de video's zijn helemaal nieuw. We hebben meer dan 12 uur aan videomateriaal, dus dan kun je alle informatie die we in het breinseminar behandelen, kun je nog een keer herhalen. Je kunt blijven herhalen. En dat is ook het proces waar je in zit. En dat is dus niet, je leert niet iets zoals in 1 dag in een training en dan weet je het voor altijd, maar je moet het blijven herhalen. En dat krijg je dus in de 8 lessen van de online training in thuisstudie. Daarbij krijg je onbeperkt toegang, dus levenslang. En
de mensen die onlangs, of die eigenlijk het een jaar geleden hebben al gekocht, die weten ook dat ze gewoon gratis de updates krijgen. Dus die krijgen de totale nieuwe video's. Als er updates zijn, krijgen ze alles gratis. Dat zit er gewoon bij in. Dus dat is gewoon gratis. En normaal kost die €197 als je op de website kijkt. Maar dat zit er gewoon bij. Als tweede, denk ik heel waardevol, is dat je niet alleen de online thuisstudie krijgt, maar dat je ook een compleet fysiek pakket krijgt om thuis gewoon in je cd-speler of in je dvd-speler te doen en op de bank te bekijken. En dat is een pakket van 9 dvd's en 2 cd's. Dus dat zijn alle lessen. Maar dat is ook bijvoorbeeld de Boeddha Brein cd zit erbij. Die krijg je erbij voor een betere concentratie. En je krijgt een compleet handboek van meer dan 250 pagina's. Dus dat wil zeggen, als jij in de trein zit en je hebt geen dvd-speler, of je bent op vakantie en je vindt het toch leuk om wat oefeningetjes te doen, om wat te leren, dat je je handboek mee kan nemen om op die manier te leren. Ja, die verkopen we normaal voor €500. Maar die krijg je ook gratis erbij. Dus dat is gewoon de commitment die je dan aangaat om levenslang te leren. Ik zie dat Oslem vraagt of je het handboek apart kan aanschaffen. Dat kan ook. Ja, hij is apart te krijgen. Dan kun je even bij producten kijken. En daar kun je het handboek ook los bestellen als je dat wil. Dus dat krijg je er sowieso bij, dat hele pakket. Maar ik wil ook, kijk, mijn ervaring leert is dat op het moment dat je, we doen heel veel oefeningen tijdens het breinseminar, maar toch, kijk, elk hoogtepunt wat je krijgt, want je zult hoogtepunten ervaren of successen tijdens het breinseminar, door bijvoorbeeld je leessnelheid te verdubbelen of te verdrievoudigen misschien zelfs wel, of je geheugen te verbeteren. Maar daarna loop je weer een nieuwe uitdaging aan. En waarschijnlijk als ondernemer ken je dat ook wel. Dat soms zit je in de flow en dan lukt het allemaal goed. Maar daarna loop je weer tegen iets aan, dan kom je niet verder. Of dan loop je gewoon ergens tegenaan. Vaak word je dan aan je lot overgelaten. En zeggen ze van ja, je moet het zelf maar uitzoeken. Maar ja, ik vind het dan vervelend dat mensen daarmee zitten. En ik wil ze daar ook mee helpen. Dus wat we hebben besloten is om ook 2 weken na het breinseminar een webinar te geven. Zoals dit. Gratis. Waar alleen de mensen komen die het webinar of die het breinseminar hebben gevolgd. En zodat ik je nog extra tips kan geven om die barrières te overwinnen. Maar om ook jouw persoonlijke verhaal aan te horen. Van hoe is het gegaan? Waar loop je persoonlijk tegenaan? En om jou weer over die barrières heen te krijgen. Zodat je verder blijft gaan. Ja, en eigenlijk daarna kun je ons altijd blijven mailen. Je kunt ons altijd blijven bellen met specifieke dingen waar je tegenaan loopt. En je zegt van, nou, ik loop tegen een barrière bijvoorbeeld aan van 600 woorden per minuut of 800 woorden per minuut. Oké, nou, wat heb je gedaan? Dan gaan we daar gewoon, zijn we daar voor jou en dan helpen we daar verder mee met die volgende sprong. Of ik weet niet hoe ik een mindmap moet maken van mijn onderneming. Hoe kan ik dat het beste doen? Of ik heb een gesprek met die en die persoon. Hoe kan ik dat het beste in de mindmap zetten? Dan help ik je daar persoonlijk bij en dan gaan we voor zitten. Of dan scan je je mindmap in, kijk ik ernaar. Geef ik je nog wat tips of feedback en dan kun je gewoon weer die stap verder gaan maken. Nou, wat details over het breinseminar. Want we hebben op dit moment 2 verschillende data. Ik zal ze persoonlijk zelf geven. Je ziet hier wel een foto van Sven. Maar deze seminar zal ik geven op 11 en 12 mei hebben we er eentje gepland en op 22, 23 juni. We hebben in het einde van het jaar ook wat gepland. Maar die staan nu nog niet op de website. Dus mocht je deze data echt niet kunnen, dan kunnen we wel kijken of het later nog kan. Maar voor nu staan deze gepland. Gewoon de complete dag is het. In Hotel de Beeldse Hoek in de Beeld. Dus dat is voor de meeste mensen goed bereikbaar. Net buiten Utrecht is dat. Dat is makkelijk te bereiken. En even kijken. Dus ja, dat is eigenlijk alles. Ik wil een korte opsomming geven van wat je krijgt. Want dan hoop ik dat je ziet dat je niet alleen maar een seminar is, maar dat het gewoon een commitment alleen al naar jezelf is om te willen groeien als ondernemer en als persoon. En je krijgt dan niet alleen een 2 dagen seminar, maar je krijgt de online thuisstudie. Je krijgt het complete vernieuwde breinpakket sinds december ook vernieuwd, net als de online thuisstudie. Met alles gratis updates. Er zitten trouwens zelfs ook in het breinpakket nog
mindmaps die ingesield zijn, zodat je gewoon een duidelijke mindmap hebt van de lessen. Die je dan snel kunt terugbekijken. Er zit nog een data-cd trouwens bij en audiobestanden, zodat je hem ook in je auto kunt beluisteren. Nou, extra webinar hebben we erbij als follow-up, dat je met nieuwe uitdagingen die je hebt, dat we je daar verder bij kunnen helpen. En onbeperkte support. Dus dat wij gewoon op het moment dat jij ergens tegenaan loopt, zijn wij er gewoon voor jou om je verder te helpen. En ja, dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste nog. Om uit te dragen dat wij er gewoon zijn voor de mensen die dat commitment maken. Nou, dan vraag je misschien af, wat kost dat? En als ik dit allemaal bij elkaar op zou tellen, dan zou je €1.981 betalen. Dan denk je misschien, wat is dat een hoog bedrag? Maar dit is een serieus bedrag wat sommige bedrijven vragen voor een tweedaagse training. En dat is dan alleen voor een tweedaagse training. Dus dat is zonder het online gedeelte, zonder de breinpakket en zonder de extra support en webinar. Dus het zou dan alleen de training zijn. Dus je kunt dat opzoeken, maar er zijn serieus bedrijven die voor tweedaagse training €1.950 heb ik gezien dat ze dat vragen. Dus dat is al. Dat zijn gewoon bedragen die betaald worden. Ja, je begrijpt wel dat ik dat niet ga vragen. Want ik vind het een behoorlijk hoog bedrag. Maar ik vind het ook belangrijk dat voor de meeste mensen uitvoerbaar moet zijn. Dat iedereen gewoon kan deelnemen. Dat voor iedereen mogelijk is. Dus ik wil. Ik heb vanavond een speciaal aanbod voor jullie. Die laat ik lopen tot en met zaterdagavond. Dat jullie er gebruik van kunnen maken. En dan betaal je dus niet die €1.900. Maar dan betaal je vandaag en morgen en tot en met zaterdagavond slechts 3 termijnen van €129. Of eenmalig €377. En dat is voor het totale alles op en eraan. Inderdaad. En het is, eigenlijk verbaas ik me er nog steeds over. Want dat we het voor deze prijs aanbieden. En de meeste mensen weten ook dat wij. We hebben een aantal jaar geleden heel veel seminars gegeven. Vooral Sven, en we zijn het nu weer aan het opstarten. Vandaar dat we nu ook wat. Eigenlijk dit een soort introductieprijs is. En dat die prijzen ook binnenkort omhoog zullen gaan. En waarschijnlijk gaat dat naar de €800. Omdat dit gewoon. Ja, eigenlijk niet zoveel voorstelt. Ja, niet zoveel voorstelt. Nou ja, kijk, wil je je aanmelden, ga dan naar trainyourbrain.tv/go. Dan kun je je aanmelden. En daar kun je jezelf gewoon direct inschrijven. En kun je deelnemen, kun je bij de opmerkingen invullen welke datum je wilt deelnemen. Dus 11 of 12 mei of 22 en 23 juni. Waar ik je gewoon graag wil begeleiden naar die volgende stap. Ik zie al wat voorbij komen waar. Is het? Het is in hotel De Beeldse Hoek in De Beeld. En dat is het Van de Valk Hotel. Dus je kunt daar ook blijven slapen. Er zijn heel veel deelnemers van ons die gewoon een nachtje blijven. Sommige twee nachtjes. Want sommige mensen komen uit Noord-Groningen of uit België. Sommige rijden op en neer, maar niet allemaal. Die vinden het gewoon lekker om even te ontspannen en daar te blijven. Zwemmen weet ik niet of dat kan. Maar dat is gewoon ontspannen. Dan ben je ook gewoon even weg. En dan ben je gewoon even weg. En ik hoop alleen al dat je hebt ingezien mocht je niet deelnemen, dat ik je waardevolle informatie heb kunnen geven en dat je er iets van hebt geleerd. Maar stel jezelf wel de vraag van, op het moment dat je twijfelt, terwijl je weet dat het belangrijke en goede informatie is, wat houdt jou tegen om niet deel te nemen? Want misschien. Neem je nu niet deel, terwijl je wel denkt, dit is waardevol en dit zou ik moeten doen. Maar doe je dat met andere dingen in jouw business ook zo? En zou dat ervoor kunnen zorgen dat jouw business niet groeit en niet naar het volgende niveau gaat? Omdat er steeds uitdagingen op op je pad komen. Dus ga er even bij jezelf bij stilstaan. Van waarom zou ik het eigenlijk niet doen? Terwijl, ja, ik weet zeker dat binnen de kortste keren kun je dit. Ja, bedrag van bijna niets eigenlijk gewoon terugverdienen doordat jij veel sneller een expert kunt worden en jouw business kunt laten groeien. En dat is ook de reden dat ik ervoor heb gekozen om
toen ik een beetje met persoonlijke ontwikkeling in aanraking kwam, omdat ik graag wilde groeien om mij eerst te focussen op hoe kan ik nou sneller groeien en hoe kan ik dat sneller doen. En toen kwam ik in aanraking met Train Your Brain en toen dacht ik, ja, dit is gewoon super gaaf om te doen. En iedereen die wil groeien en die met persoonlijke ontwikkeling bezig is, zou deze informatie moeten weten, omdat het gewoon waardevol is om te groeien en om te gaan, controle te krijgen over de informatiestroom die er nu is. En dat is het eigenlijk. Kijk, misschien nog, zijn er nog vragen over het breinseminar daarover? Ik zag wat dingen langskomen, maar volgens mij heb ik de meeste dingen al beantwoord. Oké, Annie, dankjewel. En ja, succes. En ik hoor ook graag de verhalen. Of als je nog ergens mee zit, dan help ik je graag verder daarmee om je de volgende stappen te laten maken. We houden zeker contact, ja. Nou, en ik wil nog zeggen, de dag van het breinseminar, alles is inclusief. Het is gewoon drinken, lunch zit erbij, is compleet verzorgd met werkboek en alles op en eraan. Zodat je ook verder niets hoeft mee te nemen. Dat je gewoon volledig voorzien bent van alles. Ook bedankt. Ja, super, dankjewel. Graag gedaan. En ja, ik hoop dat je gewoon waardevolle tips hebt gekregen. Alleen al gewoon vanavond die je gaat toepassen. Want zoals ik al zei, dat vind ik het allerbelangrijkste om te gaan gebruiken. Ik ga heel veel kijken of er nog wat vragen per e-mail zijn. En anders, mochten er nog vragen over het web of over het breinseminar zijn of ook andere dingen, dan hoor ik dat ook graag. Ja, overnachting moet je wel zelf regelen. Maar dat is makkelijk omdat het in een hotel zit. Dankjewel, Annie. Oké, nee, er zijn verder geen vragen via de e-mail. Dan denk ik dat we zo kunnen afronden. Als er geen vragen meer binnenkomen, dan wil ik het afronden. En dan wil ik gewoon iedereen bedanken dat je er überhaupt al was vanavond. En dan hoop ik dat ik je wat tips heb kunnen geven en wat tools die je kunt gaan gebruiken om je business gewoon te laten groeien. Heb je je ingeschreven voor het breinseminar, dan wil ik je welkom heten. En dan help ik je graag persoonlijk verder tijdens die 2 dagen. Zoals ik al zei, ik laat het aanbod lopen tot en met zaterdagavond om 8 uur. Ik zal ook deze presentatie online zetten morgen, zodat je, mocht je niet alles hebben kunnen zien, dat je nog wat delen na kunt kijken. Met daar de link bij naar het breinseminar. En ja, dat was het eigenlijk voor mij. Dus als er verder geen vragen meer zijn, dan wens ik jullie een hele fijne avond. Dan wacht ik nog heel even af, want er zijn nog wat mensen aan het typen. Was mijn eerste webinar echt interessant, leuk. Nou, super. Leuk om ook op deze manier contact te hebben. En dat ik jullie een beetje leer kennen via de chat en waar jullie tegenaan lopen. En dat jullie mij wat beter leren kennen. Om gewoon wat meer contact te hebben. Dat vind ik altijd leuk, om gewoon jullie ook te leren kennen. Bedankt, fijne avond. Nou, oké, dan ga ik de afronden hierbij. En dan heel erg bedankt. En nogmaals, mocht je nog vragen hebben of dingen, stuur gerust een e-mail. Kunt bellen, telefoonnummer staat op de website. En dan wens ik een hele fijne avond. En hopelijk tot de volgende keer.